En mijn vader zei, je hebt stress jongen, je hebt stress. Ik zeg maar, pa, ik zeg, hoezo heb ik stress dan? Hij zegt, geloof mij. Hij zegt, stress brengt mensen in een rolstoel. Hij zegt, jij hebt stress. Ik was gewoon met tranen, weet je. Iedereen ja. hoorde dat ik, Er uh, moest dit gebeuren. En ik, ik begon te huilen, zeg maar, weet je wel. En toen heb ik dat verteld eigenlijk. Niet wetende dat er nog drie, drie vierhonderd mensen aan het luisteren waren. Want die groep die was steeds uh, vol. Welkom bij Barberio Podcast, aflevering 15. Vandaag ga ik in gesprek met Randy Wolters. Welkom. Dankjewel. Ga je voorstellen. En uh, ja, je bent natuurlijk profvoetballer. Op dit moment uh, een gewillige, transfervrije linksbuiten. Een van de weinigen in Nederland. Uh, echt, uh, ouderwets. Ouderwetse, klassieke linksbuiten. Die. Uh, Ongetwijfeld snel een club gaat vinden. Het scoopje, dat scoopje, uh, ja, dat pakken we net even niet mee. Maar ja, op het moment van uh, uitbrengen van deze podcast is dat misschien ja. alweer anders. Ja, wie weet, wie weet. En je hebt mooie clubs gehad. Uh, bij Suiter je debuut mogen maken onder Willem van Hanegem. Uh, ja, niet de minste naam. Nee, absoluut. Zeker. Ahead Eagles. Je bent in uh, Griekenland terechtgekomen. Ja. Dundee in uh, Schotland. Klopt. Dat is een heel mooi rijtje. En wat, wat is dan? Hè, om dan gelijk uh, daar. Uh, ja, dieper op in te gaan, uh, wat, wat is dan als je die namen zo hoort, waar krijg je dan echt het uh, mooiste gevoel van? Ja, bij Ahead Eagles heb ik natuurlijk uh, de promotie mee mogen maken. Uh, van fantastische volksclub mogen spelen. Ik denk dat ik daar uh, uh, ook heel belangrijk ben geweest, zeg maar, weet je wel. Dus dat maakt het wel extra speciaal. Uh, dus ik denk dat ik daar wel het mooiste en fijnste gevoel bij heb. Ja, en ik heb mijn debuut mogen maken onder, onder een trainer als Van Hanegem, zeg maar, weet je wel. Dus ja, die man is ook. Uh, ja, heel speciaal voor mij. En dat zal hij altijd blijven. Dat weet hij ook. Die twee dingen misschien. een aanlaag natuurlijk is dat je clubje van ervan ook. Weet je, dat is ook mooi dat je daarvoor mogen voetballen. Dus, uh, maar dat, dat zijn wel dingen... Ja, dat blijf je altijd wel bij. Maar Go Ahead springt daar wel bij, uh, bij uit, zeg maar. Ja, want jij komt uit Leiden. Je bent echt in uh, Leiden opgegroeid. Ja. Beetje op straat ook, hè. Niet... Uh... Ja, dat ook <laughs> Maar dat heeft jou dus ook gevormd als voetballer? Ja, ik ben wel, ik ben wel een, 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 een boef wel, weet je wel. Een beetje gebekt of een beetje. Ik ben wel gebekt gewoon en uh, ja wel, uh, vroeger moest je altijd wel een beetje, ik ging altijd een beetje kijken altijd, de grote jongens waren aan het voetballen weet je, de ouderen en dan uh, wilde ik altijd uh, meedoen en mochten die jong jonge jongens mochten nooit meedoen zoals ik. En uh, linksom of rechtsom, ik ging altijd voor zorgen dat ik wel mee ging doen weet je man. En uh, uiteindelijk lukte het me dat nog ook en dan, uh, ja, dan dwing je dat ook wel af en ja, ik denk dat je dat ook uh, misschien wel een beetje terug ziet in mijn spel, in mijn carrière zeg maar. Dus uh, ja, dat heeft me zeker wel gemaakt tot wie ik nu ben, zeker. Dat is ook wat jou het meest kenmerkt als uh, profvoetballer. Ja, ik, ik, ik ben wel een, uh, een aanwezig persoon in het veld. Uh, uh, die ze Becky wel bij heeft. Wel slimmer erin is geworden door de jaren heen. Uh, vroeger ging ik nog wel eens uh, over lijken, zeg maar, weet je wel, ten koste van. En uh, ja, daar, daar ben je door de jaren heen ben je daar wel wat slimmer in geworden. Uh, wat meer gaan lachen in het veld ook. Maar, maar ja, ik ben nog steeds uh, die winnaar, weet je wel, ik wil, uh, winnen ten koste van alles. En. Uh, ik wil mijn teamgenoten zo goed mogelijk helpen altijd. En ja, dat is uh, een beetje de Randy in het veld, zeg maar. Ja, dus een stukje van uh, ja, doorzettingsvermogen is heel belangrijk. Iets wat jou kenmerkt. Je, ja. Ja, je bent natuurlijk uh, ja, dan een beetje op straat opgegroeid. Dus uh, is dat ook iets wat jou heeft tegengehouden? We hebben het natuurlijk altijd over, uh, aan de telefoon even over gehad. Van, uh, hetgene wat je eigenlijk uh, zo ver heeft gebracht. Heeft dat je ook wel eens tegengewerkt? Uh, ja, absoluut. Ik, ik denk dat, uh, uh, dat er ook wel situaties zijn geweest dat ik af en toe mijn mond had moeten houden. Uh, uh, in, in misschien teambesprekingen, dat, dat, uh, dat het misschien niet het moment was om er wat van te zeggen. Uh, alleen ja, dan, dan is er bijvoorbeeld in, in het team is er dan een, een onderwerp wat, wat uh, in de groep heel erg speelt. En dan, ja, dan komt er uiteindelijk een moment om het te zeggen en dan houdt iedereen zijn mond. En dan ben ik degene weer die het dan zegt, weet je wel. En voor de rest, ja, ik denk dat ik al, in het algemeen wel altijd wel heb goed ja, Kunnen samenwerken met, met de mensen binnen de club. En uh, het is meer misschien ook een beeld wat ze soms van me hebben. Zeg maar, weet je wel. Dat ik uh, ja, best wel aanwezig ben en ook wel een gezelligheidsdier en grappenmaker ben. Maar uh, ja, ik denk dat iedereen die met mij heeft gewerkt. Uh, ik, ben, ik ben een hele harde werker, en trainingsbeest. En ja, dat, dat wordt soms nog wel eens uh, vergeten, zeg maar. Ja. Maar uh, ja, ik denk dat ik. Uh, ja, ik investeer gewoon altijd wel heel erg veel in mezelf, weet je wel. Of het nou op de club is of buiten de club om. En dat wordt soms nog wel eens uh, misschien een beetje vergeten, zeg maar. Omdat ik, ja, ik ben ook wel een jongen die, die, die van, uh, ja, van in de spotlight staan houdt. En uh, van, uh, van, uh, van een grapje en van een geintje, weet je wel. En, uh, ja. Dat doet eigenlijk helemaal niks af van hoe serieus jij in het leven staat. En hoe serieus jij jouw beroep neemt. Nee, dat denk ik niet. Alleen, ja, er zijn trainers die daar soms wel moeite mee hebben. Er zijn trainers, uh, ook bij mij in het verleden geweest, die wilden dat ik in een, in een bepaalde lijn liep. En... Uh, ja, het is niet zo dat ik daar geen moeite mee heb, maar het is wel, uh, ik, ik stap er soms wel eens van af. Uh, en heel veel trainers he hebben mij dat ook wel laten doen, dat ik af en toe een beetje, uh, <tosses> ja, met dingen weg zou kunnen komen waar andere spelers misschien niet mee weg konden komen, een, uh, een geintje, uh -huh. of een dolletje, of een, of een, uh, of een dingetje, weet je wel. En, uh, ja, ik betaal het meestal altijd uit op het veld, weet je wel. En dat dat weten de meeste trainers ook. Uh, ik zal ik zal niet verzaken, weet je wel. En ja, er zijn ook trainers die daar, dat zijn meestal een beetje de, de oldschool uh, uh, trainers, zeg maar. Die, die er misschien wel uh, ja, wat meer moeite mee hebben, maar dat is bij mij maar één keer of twee keer gebeurd en voor de rest, uh, bij alle andere trainers niet. Nee, ja, maar ik denk dat dat voor, voor iedereen geldt in elk beroep <laughs> wanneer jij gewoon vrij uh, jezelf kan zijn ja. dan ben je op je best, nee, 100%. Het is ook een beetje vertrouwen, wat je wat, het moet van beide kanten komen. Weet je wel, kijk, ik weet dat ik. Uh, dat ik misschien met bepaalde dingen bij, bij uh, bepaalde mensen wegkom. Alleen ja, ik weet dan ook dat ik, dat ik uh, extra hard moet werken om, 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 ja, om dat weer te doen. Maar gelukkig gaat het onbewust, hè. Het is niet ja. zo dat ik denk van, oh ja, ik kom daarmee weg. Uh, nee. Ik moet daar extra mijn ding doen. Het, het gaat allemaal vanzelf, weet je wel. En, uh, Ik ben gewoon een, uh, een, iemand die, 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 uh, ja, die er hard voor wil werken, weet je wel. En uh, ja, ik schroom niet uh, om een beetje arbeid te leveren, zeg maar. Ja, dat ken ik je wel. En ik denk ook dat veel mm -hmm. mensen wel... Ja, toch wel een beeld van jou, kijk, je bent niet een speler waarbij heel moeilijk te achterhalen is. Uh, of, of die persoonlijkheid die je laat zien dat je dat ook echt bent. Hè? Ik uh, sprak nee. jou ja natuurlijk ook aan de telefoon. En een van mijn eerste vragen was dan ook van: ik heb het idee dat jij hoger kon spelen. Wat is dan eigenlijk de reden dat dat niet is gebeurd? Ja, dat is, dat is soms lastig. Uh, qua kwaliteit uh, zou dat zeker moeten kunnen. Uh, um, en daar heb ik in het verleden ook. Uh, we met mijn toenmalige zaakwaarnemer ook wel eens over gehad weet je wel ook met clubs weet je wel van ja in principe zou een ren die gewoon uh, in de middenmoot uh, eredivisie kunnen spelen uh, ja en dan ja dan, dan denk je wel eens bij jezelf van, ja waarom gebeurt dat niet misschien zijn ze dan weet je om dat soort redenen uh, dat ze dan vallen weet je wel dat je dan uh, misschien wat gebekter bent als de rest of uh, ook ook transfers die niet door zijn gegaan in het verleden weet je met een beetje geluk uh, uh, wat de reden daarvan ook is Waar hangt dat vanaf? Want wij als uh, luisteraar of als leek kunnen ons weinig voorstellen. Wij denken ook gewoon, oké, okay, uh, je, je doet een bot en je bent gekocht. Ja. Maar het hangt van veel meer factoren af, hè? Nee, tuurlijk. Er uh, uh, ja, uh, door, door komt een club en dan, uh, dan, dan, dan is er een zaakwaarnemer... misschien een andere zaakwaarnemer die is gekomen met die club... en die, wil, die, die moet er dan uitkomen ook met, zeg maar, mijn zaakwaarnemer... Ja, en als, als een van die twee dat dan niet wil, dan bestaat er alweer een kans dat die, dat die uh, transfer niet doorgaat, weet je wel. Ja, dat er contractueel dingen misschien niet zijn die, die niet kloppen. Of, of uh, ja, dat, uh, dat, dat uh, de plek die je misschien krijgt uh, binnen het team of, of de visie die ze met jou hebben, dat jij dat dan niet aanstaat. Of ja, er zijn zoveel, zoveel dingen waardoor dat uh, niet door zou gaan. Of dat de club, uh, ik heb ook in het verleden bij Go Ahead gehad, dat er een... Uh, een club uit de Serie A kwam uh, en die, die zou in tweeën moeten betalen. Weet je, en daar wilde ik dan niet mee, uh, ja, mee akkoord gaan. Zeg maar, weet je wel. En, uh, ja, daar heb je dan mee te doen. Daar baal je heel erg van. Uh, ja, dan moet je wel, <laughs> moet je ja. wel weer door. En wat, wat doet dat dan met je als je dan zo dichtbij bent? Want je had het er net al even kort over. Ja, ja daar, heb ik wel heel, daar, daar was ik wel heel uh, teleurgesteld over. Dus je, af en toe best wel wat teleurstellingen te maken met te maken krijgen. Dat, dat je dan zo dichtbij bent hm. bij misschien wel je grootste club ooit en of grootste competitie. Nou ja, dat was een hele grote competitie en uh, de kans, uh, uh, ja, om je daar weer te laten zien, zeg maar. Dat was dat zou uh, gruwelijk zijn, weet je wel. Maar ja, dat zijn dingen. Dat ja, zo heb ik nog wel uh, vier vijf uh, uh, transfers kunnen hebben die uh, die life-changing hadden kunnen zijn, weet je wel. Dus ja, het is wat het is. Het is ook een beetje geluk hebben en. Uh, Moet je mee leren omgaan. Ja, ik denk het wel. Uh, uh, ja, we, we leven niet in het verleden, weet je wel. Ik leef heel erg in, in het nu. En je hebt dromen in de toekomst. Uh, en die moet je ook hebben en houden. Uh, nu ook weet ik dat je in je, in je in je laatste jaren zit als voetballer, maar ik heb zeker nog wel met dromen. En ik kan wel de hele tijd roepen van, ja, dit is er in het verleden gebeurd en dat is in het verleden gebeurd en zo en zo. Maar uiteindelijk uh, ja, helpt dat jou nu niet uh, beter te gaan voetballen. Ja, je kan misschien vertrouwen halen uit het verleden, maar. Het helpt jou niet uh, direct om, 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 uh, om bepaalde prestaties te leveren. Uiteindelijk gaat het om wat je nu levert. En uh, ja, en dat, dat, is, zeg maar, dat zijn feiten, weet je wel. En daar, daarmee moet je, moet je omgaan. En heb je dat uh, recentelijk geleerd om daar dan echt met dat soort tegenslagen om te gaan? Of is het iets wat je altijd wel beheerste? Nee, nee. Ik heb het, ik heb het vooral in het uh, was in de lockdown tijd eigenlijk. Uh, dat er dat. Op een gegeven moment uh, was een bepaalde situatie geweest uh, in mijn leven zeg maar. En, ja, dat was van, vanuit het voetbal dan ook. Ja, dan, dan, dan leer je zeg maar dat, dat je. Ik heb voor het eerst stress ervaren zeg maar in mijn in mijn, in mijn leven eigenlijk weet je. Ja. Ik dacht bij mezelf van ja Randy Wolter is een stress. Ja, dat 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 dat, 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 dat kan niet weet je wel. En uh, eigenlijk mijn vader zei van uh, ja je hebt stress. Ik zei, maar hoe kan ik dan stress hebben? Ik heb een dak boven mijn hoofd. Ik heb een fantastisch gezin. Nou ja, toch uh, uiteindelijk uh, erachter gekomen wat de reden daarvan was. Ja, er toch achter gekomen dat je ook, ook door mede door, door uh, interviews van bijvoorbeeld En van der Wiel, een Ricardo Kiesna, een Zeefuik, waarbij je uh, dingen herkende, zeg maar. Weet je wel. Nou, dat ging vooral over de mentale gezondheid van voetballers en ja. het bespreekbaar maken. Ja, uh, ja. en uh, ik herkende wel een bepaalde dingen, zeg maar. En ik had de situatie met mijn oude, oude zaak eigenlijk waarvan ik eigenlijk uh, bij hem weg wilde. En uh, ja, hij vond dat op dat moment uh, ja, niet eerlijk hoe dat ging, zeg maar, weet je wel. Ja, ik zat daar best wel mee. Want ik, ik had qua persoon heb ik helemaal niks tegen hem. Ik, ik uh -huh. heb fantastisch met hem gewerkt. Ik had ook eigenlijk in dat zich helemaal geen goede reden om misschien bij hem weg te gaan. Uh, in de zin van, uh, ik wilde gewoon een frisse wind. En ik wilde, ik wilde eigenlijk dat oplossen voordat ik weer ging om me heen rond ging kijken, zeg maar, weet je wel. Ja, Uiteindelijk, uh, uh, ja had hij zoiets van uh, ja ja als er wel iemand komt met een club dan uh, moeten ze zich lekker eerst melden en dan uh, komen wij er wel uit en dan uh, zien we het wel maar ja, uiteindelijk had ik het gevoel dat hij ook niks meer voor mij wilde doen omdat hij wist van ja uh, Randy gaat toch weg weet je al uh, nou ja contact zoeken dit dat dus zo. en nou ja, uiteindelijk uh, uh, ja, kreeg ik elke keer geen reactie en dan uh, deed ik het over de mail en dan kreeg ik wel weer reactie weet je wel. en dan uiteindelijk uh, had je zoiets van ja wat, wat is er nou weet je wel. Uh, maar ja dat dat, dat, dat dat de reden waarom ik naar hun was gegaan was zeg maar dat we contractueel, weet je wel, als een van ons het niet meer zag zitten, uh, dan ja, is hetzelfde als dat je een relatie hebt met je vrouw, weet je wel. Uh, als een van ons uh, een relatie hebben, zeg maar, jij ziet het niet meer zitten met mij, ja, dan is het nog wel leuk en aardig om met elkaar door te gaan, maar ja, als het dan heel geforceerd gaat, weet ja, je Ja, het werkt niet. Alleen, ik, ik, uh, ik, ja, ik had in dat opzicht, uh, in zijn ogen had ik niet de juiste reden gegeven dat ik bij hem weg wilde gaan, weet je wel, en, ja, ik wilde gewoon een nieuwe, frisse wind. Ik word wat ouder. Misschien naar andere markten, weet je wel. Uh, uh, Azië, Amerika, weet ik wat allemaal, weet je wel. Ja. Nou, uiteindelijk, uh, van die situatie, zeg maar, uh, had ik best wel gewoon veel last. Op een gegeven moment uh, ging ik uh, wel 30 keer naar de wc, weet je wel, op een dag. <laughs> ja. En. Uh, ja, ik dacht bij mezelf, wat, uh, werk werd wakker en dan uh, kwam de muur op me af. En uh, ging mijn hart heel snel tekeer, weet je En ik wilde altijd maar dat er iemand in het huis was. En dan uh, als mijn vrouw, zeg maar, ging werken, dan wilde ik, weet je, dan wilde ik dat ze thuis bleef. En dan uh, zei ik, nee, uh, blijf hier. Of uh, ik ging naar de club en dan uh, trainden we twee keer. En dan, uh, en dan train je in de ochtend. En uh, ja, ik kom normaal gesproken gewoon uh, weet je, wat vroeger aan. Dan laat ik me behandelen, dan ga ik even de gym in en dan uh, wat eten en dan uh, gaan we trainen. Uh, en dan na het trainen, weet je, dan uh, heb je je programma weer. En dan, dan na de lunch, dan wacht hij even. En dan uh, hadden, was er bijvoorbeeld een groep die ging naar buiten, of nog een groep die uh, krachttraining ging doen, of wat ik wat. Maar normaal maakte het met geen reden uit hoe, la hoe laat het was. En nu wilde ik zo snel mogelijk weer naar huis, omdat ik, ik wilde weer gewoon in mijn vertrouwde omgeving zijn, weet je wel. Nou, en toen werd ik een beetje vervelend van joh trainen. Hoezo kunnen we niet een half uur eerder uh, die training doen dan? Want iedereen is het daarmee eens. En uh, weet je, ik had bij iedereen ja. een beetje gepost van joh, kunnen we niet eerder trainen, weet je wel? En uh, ja, op een gegeven moment werd ik een beetje irritant. Maar dat zie ik nu in. Of, ja. of dan later in dat ik irritant was, weet je wel? Mm -hmm. uh, en wat is jouw probleem dan? Hoezo zeur jij dan, uh, weet je, nee, we trainen gewoon om die tijd. En dan heb je gewoon mee te dealen. En normaal gesproken doe je dat ook gewoon. Alleen, ja, ik, er, er, ik, ik zat niet lekker in mijn vel. Ik ervaarde gewoon onbewust zijn, want ik wist niet dat ik daar last van had, weet je wel. Um, of je accepteerde het misschien niet dat ik daar last van had. Ja, je hebt natuurlijk iets wat ergens niet echt bespreekbaar is, want je hebt daar heel veel frustratie met die zaak Precies, waarnemen. Dan ja. kun je daar niet uit en dan ga je het op een andere manier uit. Precies, weet je wel. En uh, uh, ook, ook uh, de fysieke klachten die ik had, dat ik dat, dat nog nooit meegemaakt heb, 30 keer, maar ook echt, echt goed naar de wc. Gewoon plassen, gewoon echt 30 keer plassen, maar op een gegeven moment denk je bij jezelf, ja, ik ga niet meer drinken. Want, uh, ja. Op een gegeven moment dronk ik ook niks meer op een dag. Maar wat gebeurt er dan? Dan ga je afvalstoffen uitplassen. Dus is een plasje alsnog. Dus ik dacht bij mezelf: wat fuck is mijn man me aan de hand? Weet je wel? Nou, op een gegeven moment met kerst was het zo erg dat uh, toen ben ik naar het ziekenhuis gereden. En toen uh, naar de eerste hulp. En toen heb ik gezegd: van joh. Uh, ik zeg: ik weet het niet. Ik zeg maar, ik ga niet weg voordat ik weet dat er mijn man me aan de hand is. Weet je wel? Nou ja, ik uh, eerst in gesprek met, uh, met die, uh, met die uh, mevrouw zeg maar, van het ziekenhuis. En uh, nou ja, zo en zo. En. Uh, uh, is dit gebeurd, is dat gebeurd? Uh, uh, noem het maar op. Ja, bloedtesten, plastesten. Ik ging nog onder scannen en weet ik wat allemaal. Nou, een paar uur later kreeg ik uitslag naar meneer Wolters. Uh, we hebben eigenlijk nog nooit zo'n uh, <laughs> zo gezond persoon uh, binnengekregen. Weet je wel? En ik dacht bij mezelf: hoe ken het nou? En mijn vader zei: Je hebt stress, jongen, je hebt stress. Ik zeg maar, pa. Ik zeg: Hoezo heb ik stress dan? Dus ik wil wel zeggen: ik zeg, Wat heb ik dan voor stress? Ik zeg: Ik heb net een mooi huis gekocht. Ik zeg, uh, een fantastisch dochtertje. Ik zeg, een lieve vrouw. Ik zeg, familie, vrienden. Ik heb alles wat ik wil. Ik kan kopen wat ik wil. Ik zeg, wat voor stress dan, weet je wel? Hij zegt, geloof mij. Ja, hij zegt, stress brengt mensen in een rolstoel. Hij zegt, jij hebt stress. Ik zeg, ja sport niet. Ik zeg, ik heb geen stress. Oh. En maar door blijven gaan, weet je wel. En uh, uiteindelijk nog een situatie geweest met een club. Uiteindelijk heb ik daar niet voor gekozen. En tot op de dag van vandaag weet ik nu waarom ik daar niet voor had gekozen. Ik kon naar een club in Japan toe. Ehm... Uh, maar ik zat niet lekker in mijn vel. En ik durfde die stap dus niet te maken naar Japan. Omdat ik dan deels de eerste periode zelf daarheen uh, moest gaan. Zonder uh, mijn gezin. En, dat, dat, en ik maakte me om de gekste dingen druk op dat moment. Uh, Japans ontbijt. Ja. Uh, ik deed net alsof ze daar geen brood hadden. Ik noem maar wat, weet je wel? Of een ja, kwarkie ja. of een uh, dingetje, weet je wel. Maar je was je om zoveel domme dingen druk aan het maken. En toen uiteindelijk uh, de situatie van de zomer liep alles af... En uh, ik was binnen een week van al mijn klachten af. Bizar. Binnen een week. En toen kwam ik er dus achter van: hé, hey ren, ik heb gewoon stress <laughs> gehad. Jij hebt stress gehad. Ja. En ik dacht, en de situatie nu: ik heb het, uh, ik heb het eerder besproken, zeg maar. Uh, dit is de tweede keer dat ik het eigenlijk zo, uh, of de derde keer misschien dat ik het eindelijk zo vertel. Ik heb de eerste keer, heb ik het in uh, tijdens de lockdown, had je Clubhouse, uh, ja. die, uh, die of uh, die app. En in Griekenland, en uh, dat we zo'n praatgroep praat, uh, uh, met, uh, uh, met wat voetballers, collega's. Uh, er zaten wat, wat, wat trainers bij, oud-trainers, uh, oud-voetballers. En uh, daar hadden we het ook over, uh, over zo'n soort situatie, weet je, met stress, ment mentale uh, weerbaarheid. En uh, uh, ook over zaken we nemen. hadden. Ja. toen had ik mezelf op mute gezet. En uh, Leon zat, Leon de Kooven zat toen ook toevallig in die, uh, in die, uh, in die groep. En toen had ik mezelf op mute gezet. En toen dacht ik bij mezelf, Ren, dit is gewoon het moment om, om, om het een keer van je af. Want het zat zo erg dwars bij mij, weet je. Ik had het gevoel alsof ik uh, 30 kilo extra droeg of zo. En toen heb ik dat verteld. Toen zei ik van joh, ik zeg, ik wil eigenlijk wat van mijn hart, weet je. En toen heb ik dat verteld. En dan heb ik dat eigenlijk... Dat was zo'n gevecht met mezelf, zeg maar. Ik, ik, ik was gewoon met tranen, weet je. Iedereen ja. hoorde dat ik... Er uh, moest dit gebeuren en ik, ik begon te huilen, zeg maar, weet je. En toen heb ik dat verteld eigenlijk en uh, niet weten dat er nog drie, drie, vierhonderd mensen aan het luisteren waren, want die groep die was steeds uh, voller ja. zeg maar. en uh, ja, dat, dat daar kwam zo'n last van me af zeg maar, want ik 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 ervaarde zo'n stress van die situatie, uh, een beetje dat je eigenlijk in een soort van wurg uh, wurggreep zat zeg maar, had je? Ik kon geen kant op. ik zei, want hij wilde niks meer voor mij doen. Uh, de situatie bij de club, weet je. Uh, ik had het idee van, uh, ja, dat, dat op dat moment, weet je, er gebeurde allemaal rare dingen. Um, en en ja, er was geen zaakwannemer die zeg maar, met hem op dat moment wilde samenwerken. Om, weet je, dat gevoel had ik. Zeg maar. Dus ik kon geen kant op en ik had daar zoveel, zoveel last van. en Op dat moment, toen ik dat vertelde eigenlijk, dat was eigenlijk het beste wat ik toen heb kunnen doen. Want nu kan ik er vrij over praten. Het is niet zo dat ik dit aan de hoge boom hang ja, maar dat is ook lastig. Je bent profvoetballer mm -hmm. en het laatste wat je wil hebben is dat mensen het idee hebben dat je excuses hebt of voor ja, wat helemaal, voor reden ja. ook. En je wilt ook niet, ja, misschien ze overkomen, terwijl nee. het heel sterk is dat je dat natuurlijk deelt. Ja. ja nu durf ik het zo te zeggen, ja. weet je wel. En uh, toen had ik daar, dat was voor het eerst dat ik ging zeggen. En dan heb ik dat ook echt met een gevecht. En ik heb ook berichten bijvoorbeeld van Bilater gehad, weet je wel, van ja, dat hij echt uh, sprakeloos was en uh, dat ik dat had verteld in de, zin, in de goede zin van het woord, weet je, dat, dat ik echt ballen had om dit te vertellen en. Uh, uh, ja, ik heb het toen in een, in een besloten groep eigenlijk verteld, weet je wel. En, en ik had daar gewoon echt last van, weet je wel. En toen, toen ik zeg maar uiteindelijk, uh, nu bij mijn huidige zaakbenemer, uiteindelijk toen daarna, toen ik dit eigenlijk had afgesloten bij hem kwam, had ik daar uiteindelijk helemaal geen last meer van. Maar ik ben een jongen. Hm. <laughs> in mijn hoofd, weet je wel, ik, dat klopte gewoon niet. Randy en stress. Dat, dat kwam niet in één straatje voor, zeg maar, weet je wel. Uh, Stress was in een andere wijk en ik woonde in, uh, in mijn eigen ja. wijk, weet je wel. En nu, uh, nu heb je wel eens uh, bijvoorbeeld uh, uh, situaties. Uh, bijvoorbeeld uh, toen mijn dochtertje werd geboren, mijn, mijn, oude, mijn jongste dochtertje, uh, die werd geboren met, uh, uh, die heb een valse start gehad, weet je wel. Uh, toen het geboren werd, uh, had ze moeite met zelfstandig ademen. En toen kreeg ik dat gevoel weer, zeg maar. Weet je, die, die uh, dat. Ja, dat gevoel, dat, weet je, die stress die kreeg ik weer boem. Want ik dacht bij mezelf van, wow, mijn vrouw die wordt daar, uh, uh, de, de keizer weer dichtgemaakt zo gezegd. En ik was daar bezig, alle toeters en bellen, weet je, wel, uh, aan de zuurstof, uh, uh, druk voor de longetjes, weet ik wat allemaal. En ik was al helemaal bezig van, ja, weet je, straks gaat het mis, hoe ga ik dat dan, weet je? Wel? En daar kreeg ik zo'n zo heel gevoel van, van hé, hey, dit klopt niet, weet je? Wel? En dat, ja, zij heeft 4,5 weken in het ziekenhuis gelegen, bijna 5 weken, weet je? Wel. En, en op een gegeven moment dan heb je, dat, heb je weer zo'n Ja, dat gevoel, zeg maar. Blokken je maag? Of ja, zo. maar je weet. Toen wist ik van oké, okay, ren. Dat komt van, van, van dat, dus weet je wel. En dan raakte ik dat gevoel gelijk weer kwijt. Weet je wel? Dus ik kon het heel goed filteren van oké, okay, ren. Je hebt daar stress van. Mm -hmm. Je weet dat daar is in goede handen. Het ziekenhuis is iets goed weet je wel. Dus het ziekenhuis, ik zie het ziekenhuis ook niet als iets negatiefs, zeg maar. Dus ik kon dat goed filteren. boem En er was gelijk het gevoel weg. Gewoon binnen, binnen een halve dag, weet je wel. Dus die situatie van toen, dat heeft mij wel uh, uh, ja, sterker gemaakt, weet je. En ik, ik ben nu heel erg van, uit die situatie heb ik dus geleerd eigenlijk van, ja, focus je op de dingen waar je controle over hebt en laat de dingen los waar je geen controle over hebt. En dat is eigenlijk een quote, ja, daar, daar, dat is mijn drijfveer op dit moment, weet je. Ik focus me op de dingen waar ik nu controle over heb en ik laat los waar ik geen controle over heb. Ik moet goed eten, goed slapen, goed trainen, fit blijven, niet geblesseerd raken, Um, that's it. De rest, dat moet mijn zaak maar doen. Een club, dat moet mijn zaak maar doen. Daar heb ik geen controle meer over. Weet je wel, ik heb mijn ding gedaan en dat is wat en dat zegt hij ook. Van ren, uh, zorg gewoon voor dat je fit bent. Zorg voor dat je goed eet, goed slaapt, niet geblesseerd raakt, wees er voor je gezin. Weet je, uh, positiviteit om je heen en de rest doe ik. Hè? Het komt goed. Focus je lekker op jouw ding, dan focus ik en doe ik mijn ding. Weet je wel, ja, sinds ik zo in het leven sta. Uh, Weet je, kan ik uh, de hele wereld aan, weet je. Want ik weet echt wel dat ik waarde kan hebben voor, voor uh, linkerheidje, Eredivisie, top, uh, KKD. Uh, en in het buitenland, ik noem maar wat uh, clubs. divisie, ja. voor degene die het niet uh, Ja, precies, ja. ja. Maar dat weet ik. Uh, en ik snap ook uh, dat er clubs zijn van, ja, ik ben 32. Ik snap ook dat er clubs zijn die wel degelijk jonge, jongere jongens pakken. Met restwaarde, weet je wel. Ja. Dat snap ik. Maar aan de ene kant snap ik het ook weer niet, want ze weten wat ze met mij binnenhalen, weet je wel. Ja. Ervaring, uh, goede voorzet, uh, schot op doel, uh, werklust. Goed voor de jongeren ook, precies. Uh, ja. Weet je wel, maar dat is meer van dat, weet ik zelf, ja. weet je. En dat dat houdt me ook wel sterk, zeg maar. Uh, dus ik kan het wel goed filteren. Soms denk je wel eens bij jezelf van ho hoe pak je me niet, weet je wel. Ja. Maar aan de andere kant, uh, het loopt hoe het loopt, en uh, ik ben, ik ben in dat opzicht uh, train ik hard, ik ben fit, weet je wel. Um, dus ja, ik focus me gewoon op de dingen waar ik controle over heb, weet je wel. Ja, dat is mooi. Ik denk dat het uh, heel waardevol is dat je dat de afgelopen jaren <laughs> hebt geleerd en dat kun je de rest van je leven gebruiken. Ja, ja dat, is een, dat is, een, is een situatie wat ik niet aan de hoge boom zou willen hangen, zeg maar. Maar het is wel. Uh, Waarom niet? Nou, omdat ja, het... Uh, uh, ja, ik weet niet. Je kan misschien toch misschien... Uh, mensen nemen het misschien anders op, weet je wel. In de zin van... Of wil jij niet zwak opstellen? Of tenminste, ik vind het niet. Hè? Ik vind het heel sterk nee. juist. Als, als. Nou ja, dat was op begin. Wilde je, dat niet, wilde je dat niet? Ik heb daar nu niet meer zoveel moeite mee. Anders zou ik het nu ook niet vertellen. Nee. Maar het is meer van... Uh, uh, ja, je doet misschien... Uh, uh, stap je bij mensen op hun voeten, weet je wel? Die denken van... Uh, ja. En dat, dat hoeft voor mij niet zozeer in het openbaar. Maar ik heb zoiets van... Ja, de situatie is zo. Het is ook niet zo dat ik er mee te koop wil lopen, weet je wel? Dat dat de reden is geweest... Uh, van, van bepaalde dingen zeg maar, maar uh, het heeft me wel heel veel sterker gemaakt nu zeg maar en ik ben echt super blij met, met het huidige team wat ik heb in de zin van mijn personal trainer, mijn zakenneemer, uh, uh, mentale uh, coach zeg maar weet je wel? Ja, dat is een mooi team wat je dan bij elkaar hebt ja. eh, waarvan ieder zo zijn kracht <tus> heeft en ja, jij je natuurlijk zoveel mogelijk moet voetballen of ja. nou, moet focussen ja. op waar je goed in bent, dat is voetballen. En ja, maar dat dat is het ook weet je wel? Ja, dit, dit is, laten we zeggen, dit is een, een, een moment geweest in je carrière waarbij je nu uh, de halve wereld aankent, weet je, voor je gevoel. En uh, ja, in dat opzicht heb ik uh, die mentale weerbaarheid, zeg maar, die, die ik dacht dat ik had, die heb even een, uh, een kringetje gehad, zeg maar. En ja, die is nu weer uh, eenmaal dicht, weet je En uh, ja, nu, nu kan je dat veel beter filteren. Dus ik denk dat het misschien wel alleen maar goed is geweest voor me. Soms heb je bepaalde, ja... Situaties nodig om weer verder te komen in het leven? Ja, ja, nee, denk ik wel. En goed luisteren naar je vader? Goed luisteren <laughs> naar mijn pa, ja. <laughs> Ook belangrijk. Ja, zeker. Hey, wat zijn de meest onderschatte zaken of situaties... van ja, mensen die dus uh, op de tv naar voetbal kijken... Uh, waarvan jij zoiets... Als ze dat eens zouden weten, dan uh, zouden ze heel anders naar voetballers kijken. Want wij zijn natuurlijk als... Uh, ik zie mezelf ook als voetballiefhebber... Maar we weten natuurlijk uh, misschien 10% van wat er in die kleedkamers gebeurt, zo'n stukje met die zaak waarnemen. Het zijn best wel heftige dingen waar jij allemaal als voetballer ook mee moet dealen. En er komt best wel wat op je pad en op je boord. Je moet natuurlijk sociale dingen, uh, vaak skippen ook wel om fit te blijven. Maar wat, wat zijn dingen waarvan jij zou hopen dat mensen daar misschien wat meer inzicht in zouden krijgen? Ja, ik denk dat, dat mensen uh, heel vaak niet weten dat wij, uh, soms krijgen we als toch wel van ja, het boeit hem niet. Uh, dat de club verliest en uh, hij mm -hmm. is toch een passant. En uh, ja dat wij als passant worden gezien, dat is indirect is dat wel zo natuurlijk. Omdat uh, ja, kan je beter meer dan ga je, doe je dat heel vaak. Mm -hmm. zouden zij ook doen. Maar ja, nee, ja, maar dat bedoel ik zeg maar. En, en uh, alleen als ik voor een club speel, ik probeer me zo goed mogelijk in te leven in de mensen, weet je, die bij de club werken, uh, uh, de stad waar ik voetbal uh, en ik wil gewoon vechten voor de clubkeuren waarvoor ik speel, en uh, ja, soms vergeten, vergeten uh, supporters misschien dat wel is, weet je wel. Dat, uh, dat ze denken van ja, het, uh, weet je, het loopt niet, en dan, uh, dan, dan, ja, dan boeit het hem niet, weet je wel? Of dan uh, het doet hem niks, ja. Of, of uh, ik heb een keer een situatie gehad, zoals ook bij NEC. Was ik uh, de dag van tevoren had ik een bruiloft. En dat was dan zeg maar van familie, weet je wel. Ik heb nog nooit zo, ik heb zeg maar om acht uur of zo, zeg maar een avond, heb ik een filmpje gemaakt van de openingsdans. Daarna ben ik aan tafel gaan zitten, heb ik lekker gegeten en gedaan. Heb ik iedereen, heb ik eigenlijk de hele avond gezeten. Ik ben om uurtje of twaalf ben ik weggaan. Ik lag nog vroeger in mijn bed als dat ik normaal gesproken zou doen, weet je wel. Aan de volgende dag uh, speelden we gelijk of verloren, volgens mij. Een van die twee. In ieder geval was het een beetje onnodig. En uh, het enige waar we het over hadden, was dat ik naar een bruiloft was geweest de dag van tevoren. Ja, ze dus moeten altijd iets hebben om... En ja, toen en dacht ik bij mezelf, oké, okay, ja, natuurlijk hoge bomen vangen veel wind, weet je wel. Ik, heb, ik ben natuurlijk ook een uit, uitgesproken persoon en uh, uh, ik heb altijd een grote bek. Dus ik ben ook een van de eerste die, uh, als het goed gaat, krijg ik het, krijg ik het in goede zin. En als het slecht gaat, dan, ja, dan ben ik een van de eerste die uh, even wordt uh, neergezabeld. Ik heb daar gelukkig geen moeite mee, maar uh, dat zijn wel soms dingen dat ik denk van, ja, ja. weet je. Uh, je moest eens weten, kom eens kijken op de training. Precies, of... weet je wel. Uh, uh, Bij Go het, was het toen, de eerste periode was het zo, toen liep het, toen liep het eigenlijk niet. Toen gingen we, hadden we een ochtendtraining gehad en daarna in de middag hadden we een middagtraining met het team. Een soort van parcoursje doe je dan, weet je wel. En, uh, en toen, maar wij trainden zeg maar in, in Deventer, zeg maar in... Uh, en ook wel een volkswijkje met veel Ahead Eagle supporters. Mm. En dan zei zo'n oude baas, die zei, het was een wat oudere man, die zei van: joh, uh, wat, wat komen jullie hier doen dan in de gym? Jullie moeten op het veld trainen, want het, het loopt voor geen meter, weet je wel. En dan denk ik bij mezelf van ja, sommige mensen die denken dat je van uh, 9 uur tot acht uh, uur s'avonds moet trainen, gaat slapen en dan de volgende dag weer. Dus je mag uh, niet meer leuke dingen doen met je gezin. Uh, je mag af en toe niet even een avondje weg met de jongens. Uh, je mag af en toe uh, uh, bij wijze van spreken uh, geen krachttraining doen, wat je moet ja. alles op wat loopt niet op het veld. Dus dan ga je focussen op, op de velddingen, weet je wel. Dus ja, je mag niet meer op vakantie, uh, ja. <laughs> weet je wel. En dat, dat zijn soms dingen, daar moet je soms al om lachen. Maar aan de andere kant, denk ik bij mezelf: van ja, ik snap, ik snap het wel. Want het zijn mensen die leven voor de club, die geven hun hele hebben en houden voor de club, die halen soms met hun laatste centjes een seizoenkaart. Uh, dus ergens kan ik het ook wel weer waarderen, weet je wel. Ik kom zelf ook in een Volkswijk en als mijn wijk of mijn stad een club zou hebben, zou ik misschien ook wel diegene zijn die zo zou zijn, weet je wel. Dus ja, ik, ik waardeer het altijd wel. Ik kan er altijd wel. Uh, soms denk je op het moment wel eens van joh, hou je back, weet je wel, maar aan ja. de andere kant denk ik maar mezelf, van, ja, ik geef hem groot gelijk. Voetbal is emotie en uh, zodra je emotioneel bent, zeg je misschien niet altijd de slimste dingen. Precies. Is, uh, herkenbaar. <laughs> Dus Dat hebben we allemaal wel eens, weet je. Ja. je dan, uh, vanuit emotie, ja, dat is ook zoiets net gebeurd. Je club verliest en dan, ja, dan ben je nee, misschien uh, niet uh, op je ja uh, op je vrolijkst, nee, uh, op je vrolijkste. vrolijkste. En dan, uh, op het best van je IQ misschien. Nee, ja, nee. Maar dat, uh, dat gebeurt, ik snap het wel. En, en jij bent natuurlijk ook gepromoveerd. Was dat het jaar dat uh, die uh, graafschap supporters uh, ja. <laughs> ja, klopt. jullie aanvielen? Dus ja. Ben je letterlijk aangevallen op het veld nadat jullie gepromoveerd waren door supporters? Ja, ja, dat was het. Hoe was dat? Goed ja dat was ook apart niet heel gezellig nee ja het, het, het gebeurde gewoon weet je ik was in die situatie mijn moeder zei ook dat het heel eng was hoe kalm ik bleef eigenlijk in die situatie eh? om me heen werd overal uh, werd iedereen aangevlogen en gedaan en uh, op dat moment mijn, va mijn vader is ook fotograaf freelancer zeg maar en uh, die liep daar ook op het veld en op dat moment uh, kreeg een fotograaf die kreeg een, een tik ook Zo. en die leek op mijn vader weet je achteraf was het mijn vader dus niet mm -hmm. maar die had ook een, uh, een wit shirt aan met een uh, rood hesje en, uh, en ja, die werd, die werd neerge... Die kreeg een klap, weet je wel. Ik, ik zag een jongen met een blauw, een blauw vest. En volgens mij Adidas-streep of zo. En uh, op een gegeven moment liep hij achter Cummings aan. Maar ik was heel, heel uh, Erik Cummings, de keeper van ons toen. En ik was heel kalm, want iedereen liep maar uh, te, te, te trappen, te beuken. Mensen renden weg, mensen kwamen op ons af en... Uh, en ik zat een beetje te scannen zo. En ik denk, van ja, ik denk als ik zo meteen die gozer zie. en die loopt naar me toe. of die zegt wat ik zeg. dan uh, is die van mij. Weet je wel, nou ja, op dat moment liep die achter mijn keeper aan. En toen pakte ik hem beet. en toen. Uh, ja, toen haalde ik eigenlijk in één keer uit. en. Uh, toen ging die even water passen. <laughs> en dat, ja, dat is op dat moment gebeurde dat, weet je wel. Het was een hele aparte situatie. En uh, ik heb dat eigenlijk altijd af willen doen met een dolletje. omdat ja, ik heb zelf nooit wat tegen. tegen die club gehad. en tegen de supporters ook niet. Alleen het was gewoon die. Al was het uh, top-os geweest? Of, uh, of Erik Les allemaal ook, noem maar wat. Weet je yeah. al. Het was op dat moment zo'n situatie. Ja, dan, dan ga je een beetje in, uh, in overle overlevingsmodus, weet je. Al. En uh, ik denk dat. Uh ik denk dat wij nog wel geluk hebben gehad dat er misschien maar dertig jongens waren die op ons afkwamen in plaats van de driehonderd die op dat ja. veld waren weet je wel want ja, bizar joh. het leek wel gewoon uh, zuid-amerikaanse taperele ja, het ja. was uh, het was heel uh, heel bizar en uiteindelijk probeer je dat uh, uh, met een dolletje probeer je dat uh, een beetje weg te wuiven en dan gaat het op een gegeven moment een eigen leven leiden volgens mij is het zelfs in het buitenland ook op tv geweest uh, ja. cnn bbc weet ik veel ik heb daar allemaal nog filmpjes van uh, ja. op mijn op mijn laptop weet je wel en dan ja uh, yeah. Dan uh, wordt daar een dolletje van gemaakt. En ja, ik heb ik er heb nooit. Uh, ja, ik heb ten eerste nooit spijt van gehad. Ik heb ook nooit kwade, kwade uh, bedoelingen. Of, of hoe zeg je dat? Kwade intenties gehad. Ja. Daarna nog na. Uh, die supporters ook niet. Uh, uh, laatst werd ik nog. Uh, was ik in de buurt van. Uh, van. Gem, uh, van, uh, zeg maar. Kwamen er nog supporters naar me toe van. Heel uh, kom bij de graafschap voetballen. Weet je ja, wel. Ik, ik zeg dan, mogen ze. Moet ze bellen, weet je wel. <laughs> yeah. Maar dat. En dan ook, heb je het ook nog wel eens over die situatie. En dan, uh, dan geven ze eigenlijk ja, een groot gelijk ook. Ja, de meeste mensen die vinden dat natuurlijk uh, vrij <laughs> heftig wat er gebeurde. Ja, en, uh, ja. Weet je, ik denk dat iedereen zichzelf dan. Ja, het was een uh, beetje opkomen, uh, opkomen voor elkaar. Weet je wel. Uh, ja, klein smetje op dan de promotie. Maar goed, dat hebben jullie daarna waarschijnlijk ja gevierd dus uh, ja, in de kleedkamer. Ja, ja opscheid. Ja. Dat, uh, dat was mooi, weet je wel. Ja, dat, 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 ja, ik word er altijd nog wel eens mee. Jaarlijks, weet je wel. Eén, twee keer, drie keer in het jaar wordt die, gaat hij die wel eens viral. En dan word je er weer mee benaderd, weet je wel. En dan uh, hebben ze het er weer even over. En, uh, ja. Ik heb altijd gezegd, van ik ga daar nooit meer echt heel erg diep op in. Maar ja, ik heb zoiets van, uh, als er wat over gevraagd wordt, ja. Ik leg gewoon ja. de situatie uit. Maar mij maakt het ook echt niet uit wat ik zeg. De Graafschap, een mooie club. En uh, die supporter die op dat moment dat deed, ja. Als die ja. me nu zou tegenkomen op straat, weet je. En zeggen hallo, dan uh, lachen we er misschien over, weet je wel. Dat is ook prima Precies, dus ja. Uh, ja. Bijzondere dingen meegemaakt in het voetbal. En iets wat dan echt het meest is bijgebleven. Als je dan echt denkt: van oké, okay, daar krijg ik echt nog gewoon kippenvel van. Waarschijnlijk heb je het wel vaker verteld. En maar wat is dan echt iets wat ja, je. Go ahead, man, die finale van. Uh, uh, dat al mijn maatjes uh, uh, op de tribune zaten ook. Daar heb ik ook nog een foto van, een vette foto. Die heb ik op mijn achtergrond, weet je al, van mijn mm -hmm. telefoon ook. Uh, dat ik de 1-0 scoor tegen de graafschap en dan uh, ben ik ze eigenlijk aan het zoeken, weet je wel. Alleen ik ken ze niet vinden, en op dat moment uh, er is een heel mooi shot gemaakt: van, van uh, dat ik juich en dan zie je mijn maatjes die zie je dan op de tribune. Die hebben ze dan, uh, de rest is grijs, oh, dat is vet. Hè? En dan hebben ze mijn maatjes uitge en ik ook een kleur, weet je. Wel. Maar die wedstrijd dat dat het... ja, uh, weet je, ik scoor twee keer en ik geef een assist op, op Thijssen, weet je, op Kenny. Uh, en die sfeer, gewoon die hele sfeer in dat stadion, ja, dat, dat, dat is... Uh, soms, soms komt er nog wel eens beelden van, uh, weet je, op, uh, op Insta of zo, of op uh, TikTok of weet ik veel waar. En dan krijg je wel eens kippenwelder waarvan, weet je, ik krijg nu ook wel kippenwelder als je ja. eraan denkt, weet je wel. Dat zijn wel, ja, dat zijn momenten, weet je wel, dat je... Uh, dat vergeet je niet. En het moment dat je uiteindelijk uh, promoveert. Uh, het moment met mijn vader en de spelers, weet je wel, dat hij dan zegt van, ja, pik, weet je wel, dit... Eindelijk, weet je wel, heb ja. je heb je podium en uh, ja, dat heb je, uh, weet je, verdiend en uh, hard voor gewerkt. En uh, ja, dat, dat doet je wel wat, weet je. Wel. En dan ja, dan uh, dat zijn wel dat zijn wel mooie, uh, mooie momenten. En dat is wel het meest bijgebleven, zeker. Wel. Je band met je vader, goed ja, ja, heel goed. Ja, ja alles, alles heel dichtbij meegemaakt. Ja, ja, alles eigenlijk die uh, van jongs af aan. Uh, het grappige is dat hij vroeger eigenlijk niet wilde dat ik op voetbal ging. Dat was mijn moeder juist. Want uh, mijn vader dacht dat er veel te veel tijd in ging zitten. Die wilde me eigenlijk op een, uh, op een uh, zelfverdedigingssport hebben. Nou, als je dat nu zou vertellen, dan zou iedereen hem uitlachen, zeg maar. Maar uh, ja, die, uh, die zit ook op het veld, weet je wel. Die heeft ook eigenlijk een, uh, een lijpontwikkeling meegemaakt, weet je wel. Met, uh, uh, met zijn fotografie, zeg maar. Die heeft nog zijn eigen werk erbij. Maar uh, ja, die begon met een klein cameraatje. En uh, uiteindelijk... Uh, ja, toen ik mijn debuut maakte, weet je, bij Utrecht was hij nog vanaf de tribune. En uiteindelijk. Uh, heb hij een keer ooit een perskaart nagemaakt. En uh, zat hij op het veld. En uiteindelijk leer je dan mensen kennen. En uh, via fotografen kreeg hij dan contact met de perschefs. En uiteindelijk, de laatste jaren dan, ja, door mij dan met de perschefs. Weet je, wordt dat altijd wel geregeld. Uh, en zit hij op het veld. En, en ja, uh, na elke training bel ik hem altijd. Weet je, als ik uh, weer. Uh, van de club rijden, dan is het eerste wat ik eigenlijk doe. Uh, ik start mijn auto, ik rij weg. En uh, het eerste wat ik doe is mijn vader bellen. En de ene keer komt het goed uit, want dan, uh, dan is hij niks aan het doen. De andere keer is hij even druk op werk. Maar negen uh, van tien keer, dan hebben uh, we van Babbeltje hoe de training is gegaan. En dan uh, ben ik negen van tien keer wel eens aan het zeuren over uh, hetgeen wat ik dan uh, fout heb gedaan. Weet je, en dan zeg hij van: uh, Komt hij weer, weet je. We hebben honderd dingen gedaan en vijf dingen hebt hij niet goed gedaan. En dan hebt hij het daarover, weet je. Wel? Maar uh, nee, de band met mijn vader is. Uh, ja, super goed. En is, is ook wel voor mij uh, heel belangrijk. Om uh, met iemand te kunnen sparren na een wedstrijd. Ja. Of uh, want hij, hij is, als ik hem, als ik het zo een beetje hoor van jou, is het best wel anders dan jij, of niet? Ja, mijn vader is wat, wat, uh, wat, wat uh, wel heel beschermend, weet je, over mij. Um, maar die wil gewoon mij zo'n goed, zo goed mogelijk gevoel geven. Weet je? Want ik, ik heb me ik heb nog wel eens dat ik uh, best wel kritisch op mezelf ben. Mm -hmm. En uh, hij probeert dat altijd wel een beetje te filteren, weet je wel. Ja, soms als ik echt uh, niet, niet hetgeen heb gedaan wat ik hoorde toen, dan krijg ik het ook te horen. Of een bepaalde keuzes die je dan maakt, weet je wel. Uh, dus ja, dat, 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 hij is gewoon heel eerlijk, weet je wel. En, uh, maar ook wel heel beschermend. Uh, dus ja, ik, ik, uh, ja, het is gewoon, gewoon super goed, weet je wel. En uh, ja, wat ik zeg, uh, hij heb alles meegemaakt. Het was ook het, toen ik voor het eerst naar het buitenland ging, was het ook wel een soort van... Uh, ja, ik, wil niet, ik wil niet zeggen dat ik hem een beetje aan het verhalen was of zo, weet je wel? Maar uh, ik zat er wel tegenop om te vertellen, zeg maar. Weet je wel van ja, ja. de bestaande kans dat ik naar het buitenland ga, en dan ja, dan is hij daar niet meer wekelijks, weet je. En dan pak ik ook wel iets van hem af of zo, weet je wel. Dat, dat ja. gevoel had ik ook wel. Maar uh, nou ja, nu, nu uh, ja, we kunnen lezen, schrijven met elkaar, iets al. Ja, mooi, en was dan de eerste, eerste buitenlandse avontuur, was dan uh, uh, Schotland? Schotland, ja, Dundee, ja, en hoe was dat? Ja, daar was... Ging je dan echt alleen heen of nee, nou mevrouw? Vrouw... Ja, vrouw, ja vrouw, uh, uh, Die was toen zwanger, dus dat was wel voor haar. Was dat wel pittig. Want zij is ook wel iemand die dan stel dat ze niet zwanger had geweest dat ze daar waarschijnlijk gewoon uh, ook wat gaan doen. Weet je wel, ze uh, is best wel een ondernemend uh, uh, typetje ook al. En uh, alleen ze was hoogzwanger, dus ja, ze kon, dus niemand neemt een hoogzwangere vrouw aan, daar weet je wel. Um, dus ja, dat was, was wel heel intiem, weet je, uh -huh. samen heel heel, heel, uh, heel mooi. Uh, ja voor het eerst gewoon uh, uh, ja mijn Engels was op dat moment niet de juf van het weet je wel dus dat was dan ook wel een soort van uh, uh, ik wil niet zeggen overleven maar het was al een ding van ja zo ad rem hoe ik in Nederland ben hoe ik de Nederlandse taal ja. beheer zeg maar zo ad rem ben je dan niet weet je je weet in de, in principe niet uh, uh, je kijkt ook niet echt uh, Schotse televisie of zo dus je weet ook niet de actualiteiten uh, weet je wel ja. uh, uh, de geintjes die je in het Nederlands maakt, ja, die kun je wel, weet je, wel, in het uh, Engels maken. Maar dat, dat is misschien ook even wat anders. En op een gegeven moment leer je daar dan wel je weg in. Ja, en op een gegeven moment dan ben je gewoon weer de Randy die je bent. Ja. En dan weten ze ook wie jij bent, weet je wel. Maar op het begin was het wel even aanpassen. Maar ik heb nooit echt moeite om mezelf aan te passen. Het lukt me altijd wel. Maar qua uh, hoe adrem je normaal bent, dat was je toen niet, weet je. wel. Dat, ja. dat was op het begin wel even, even wennen. En hoe, hoe is dat eigenlijk verlopen daar? Hè? Dan heb je natuurlijk best wel een, uh, ja, ook een grote club. Ja. Hoe, hoe is dat verlopen? Heb je zoiets van uh, ja, dat is eigenlijk wel een geslaagd trek. Want je bent toen uiteindelijk toch teruggekomen door omstandigheden. Hè? Ja, ja ik, ben, uh, ik ben uiteindelijk teruggekomen eigenlijk door de situatie met Leon. Uh -huh. uh, en een maatje van mij kreeg, uh, kreeg kanker. Uh, en uh, tijdens het seizoen had ik zeg maar een beetje een, een, een miscommunicatie met de trainer, de trainer die die dacht dat ik wat zei, terwijl ik helemaal niks zei, en die die ging helemaal uit zijn plaat tegen mij, en uh, uiteindelijk uh, ja, heeft hij mij toen eigenlijk zonder reden eigenlijk aan de kant gezet, zeg maar. En uiteindelijk uh, ja ben ik gaan gewoon gaan mijn ding gaan doen. Het team zeg maar die uh, ja die vond mij gewoon goed. Uh, de trainers vonden mij in principe ook gewoon. Hij vond mij ook gewoon, want hij had mij gehaald. Ja. Alleen het was een beetje een, een ik had het gevoel dat het een beetje een ego dingetje was. Ja, en ik ben dan uh, ja, typical Dutch, weet je wel. Dus yeah, but, uh, weet je bad. Weet je, in hun ogen praat de Nederlander altijd wel terug. En of het nou met argument is of, of je praat om het praten, weet je. Dat vonden misschien irritant, maar dat was nog een hele situatie Hij dacht dat ik een, uh, het was in de kleedkamer of zo. En toen zei hij, uh, zei hij wat tegen mij. Of hij zei wat in, een, in, het, in het algemeens. Of nee, het was, hij zei tegen mij over me als, als ik een schaar maak, <laughs> dan doe ik eerst een voetrol. Over de bal en dan maak ik een schaar. Maar ja, dat doe ik al vanaf jongs af aan. En dat lukt ook altijd wel. Maar hij vond dan, als ik die voetrol doe, dat er dan snelheid uit de, uit de, uit de bal gaat. Daar heeft hij ook gelijk in. Alleen, ik had, dat, ik had die voetrol zo erg onder de knie, hm. <laughs> dat ik dat gewoon op snelheid kon, zeg maar. En uh, toen zei ik zo tegen, mij, uh, tegen mezelf, als ik in de kleding was tegen Rangers. Toen verloren we 4-1 of zo. En... Uh, en het eerste wat hij zei, hij begon over die voetrol, weet je wel. En ik, ik zei zo, fuck je nou, know, weet je wel. Zo zei ik zo van, maar meer tegen mezelf niet tegen hem. hij kon het ook helemaal niet horen. En toen dacht hij dus dat ik zei, fuck you. Tegen hmm. hem. En toen kwam hij naar me toe, ging die hoofd tegen hoofd staan. <laughs> <laughs> en toen zei die jongens ook van, hé, hey, hij zei dat helemaal niet. En uh, ja, ik moest een beetje lachen. Ik dacht bij mezelf, ga je hoofd tegen hoofd staan. Maar ja. die trainer, dat was, dat was een grote speler geweest. Ook, uh, ook bij Rangers gespeeld, uh, Nieuw McKenney, hij. Driftig um, mannetje Ja hij was nog iets te veel speler Als trainer zeg maar Hij was heel emotioneel Ik kon echt heel goed met hem Weet ja. je wel ik, 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 weet je, ik heb nu nog wel eens contact ook met hem Ja wat ik zeg Ik heb ook uh, geen uh, Geen uh, vrok naar hem ofzo Maar op dat moment Dacht hij dus dat ik Dat had gezegd En die hoofd tegen hoofd Dat vond ik nergens op slaan Dus op een gegeven moment uh, Ik dacht oké okay, uh, Ik moest een beetje lachen Van ja wat ga je nou doen Weet je wel En toen uh, wat het was gewoon een heel klein mannetje ook <laughs> Ik denk wel wat, wat moet je nou <laughs> Ja, toen uiteindelijk liet hij weg en ik denk van oké, okay, dan laat ik het even voor wat het is. En uh... ja, ik denk, dan loop ik naar hem toe en toen zei ik van oh, joh, train. Ik zeg, uh... ik zeg, ik zei dat echt niet, maar hij wilde echt niks van me weten op dat moment. Dus toen stuurde hij me weg. Nou, ja, ik dacht bij mezelf, ja, het zal. En die jongens zei ook van, weet je, de aanvoerder was nog naar de trainer gaan de volgende dag. Van, uh... van joh, ren heb ik het echt niet gedaan en, uh, en zo. En uh, toen heb ik nog de aanvoerder gebeld van, joh, is het goed als ik, misschien goed dat ik in de ochtend naar de trainer ga, weet je wel. En, uh... Nou ja, zo doende ik de volgende ochtend naar de trainen en toen er, die die eigenlijk heel, hij had ook verwacht dat ik naar hem toe zou gaan de volgende ochtend. hij zegt ik wist dat jij naar me toe zou komen. ik zeg want je bent een goed persoon en, en uh, uh, ik hou ook van je, weet je? Wel. Ik, ik, ik mag je ook graag en uh, ik heb je ook graag bij me. en uh, hij zei, maar de situatie, weet je? hij zegt ja, hij zegt, had moeite om zijn excuses ook aan te bieden, eigenlijk, ja, weet je? Wel. Ja. dat maakt ook voor de rest niet uit, alleen. Ja, ik, ik, daar, is het gewoon, daar moet je gewoon niks zeggen. We gewoon, daar moet je gewoon je, je smoe houden en klaar, weet je, als de trainer wat zegt. Zeg maar, die, die fucking hel, wat ik zei in mezelf, dat was eigenlijk al misschien. Ja. Ja, dat moet ik gewoon niet doen, weet je wel. Maar ja, hij zei dus iets wat ik niet had gezegd. En ja. daardoor uh, ja, had hij me wat wedstrijden aan de kant gezet. En uiteindelijk weer uh, uh, mezelf zo teruggevochten. Want uiteindelijk uh, was je nog belangrijk in de handhaving op dat moment. Uh, met, uh, uh, ja, met je spel en ik had assist op, op, eigenlijk op de goal die je uh, ertoe doet dat we erin bleven. zeg maar, weet je wel. En uh, ja, de voorbereiding, toen wilde hij me eigenlijk voor geen, voor geen cent kwijt. En uh, ja, toen kwam ook wat interesse ook, weet je wel, hier en daar, zeg maar. Niet concreet, maar wel wat geluiden, zeg maar. En toen zei hij van, ja, ik wil je er gewoon bij houden, weet je wel. En uh, ja, toen waren wij al eigenlijk een beetje bezig met, uh, ja, met weg te gaan. En toen gebeurde, zeg maar, uh, dat met Leon. Jullie zijn goede vrienden. Ja, 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 die had het auto ongeluk, weet je wel. En, uh, ja, en toen, toen kreeg een maatje van mij ook kanker, weet je wel. En toen dacht ik bij mezelf, van, ja. Uh, misschien achteraf, weet je wel, had ik misschien wel kunnen blijven, had ik misschien wel moeten blijven. Ook om, om iedereen te laten zien: van, hé, hey, op dat moment dacht ik bij mezelf, van ja, maar ik moet nu niet voor mezelf kiezen, weet je wel. Ik dacht bij mezelf, van, ja, ik ga nu gewoon, gewoon terug. Uh, en, en ik wist dat Jack de Geer, die wilde mij heel graag hebben bij NEC. Uh, en ik kon een fantastisch, fantastisch, mooi contract rekenen bij NEC, Een bizar contract. En ja, ik dacht bij mezelf: van ja, ik, ik moet nu gewoon voor mezelf kiezen, weet je wel, in de zin van voor, me, voor mijn maatjes, zeg maar. Mm -hmm, ja. omdat ik dan ja, uh, ik, ik wist ook niet hoe ik dat ging, ging doen. Weet je, hoe je hoe ging helpen, ik wist het ook niet. Maar je wilde gewoon, in ieder geval in ja, Nederland zijn, ja, bij hun in de buurt en achteraf, en... achteraf, achteraf had ik misschien wel bij Dundee moeten blijven, weet je wel, ja. maar maar. Uh, op dat moment voelde dat zo goed, niet wetende dat ik uh, in week twee mijn binnenband afscheur. En dat eigenlijk Leon de Kogel degene was die mij aan het helpen was in plaats van andersom. Weet je wel? Uh, wat mijn grootste angst was om mijn binnenband af of om een, een knieblessure te krijgen. Om mijn littekens op, Ik zei altijd: ik wil geen littekens op mijn knieën, zei ik altijd. En dat gebeurde dan toen daadwerkelijk wel, weet je wel? En toen uh, was eigenlijk Leon degene die mij aan het helpen was, weet je van, joh, ren. Uh, want ik was wel echt daar, ik was daar goed van naar de klote man die binnenband Want ik was super, super fit. Ik wilde gaan vlammen, weet je wel. Ik dacht van uh, ook voor hun, weet je wel. Ik wilde, ik wilde gewoon hun trots maken ook. En uh, ja, toen scheurde ik mijn binnenband af en toen uh, zei Leon van joh. Hij zegt, kijk naar mij. Hij zegt, het kan altijd slechter. Kijk naar mij. Hij zegt, je hebt je binnenband blessure. Hij zegt, zes maandjes, hij is beter weer. Ja. Hij zegt, ik uh, ja. Ik ga waarschijnlijk niet meer voetballen, weet je wel. Zo, dus... En toen dacht ik bij mezelf van, wat ben je nou aan het doen, Ren? Wat de fuck ben je aan het zeiken, man? Ik zie je maatje legt daar je kritieke toestand. En jij loopt de zeur over dat je een, een blessure hebt, weet je wel. Wat op dat moment voor mij het ergste was wat er was. maar En toen dacht ik bij mezelf van, ja man. En toen ben ik die revalidatie ingegaan, zeg maar. Want ik, had, ik was ook een jongen die... Uh, ik wilde eigenlijk het liefst zo snel mogelijk een snelcursus... hoe je een binnenbandblessure kon repareren, zeg maar. Want ik, ik, had, ik vond het best wel eng om... Uh, om, om, om om iemand uh, controle te geven over mijn lichaam, weet je wel? Nou ja, uiteindelijk uh, heb ik dat dan. Ik wilde ook niet op maandag worden geopereerd en niet, uh, niet in de ochtend. Waarom niet? Gewoon uh, bijgeloof. Om, nou ja, ik dacht, ik dacht bij mezelf zo meteen: heb die lopen keilen, weet je? Heb die, uh, <laughs> heb die lopen zuipen op zondag of heb die? Uh... <laughs> had ook een bruiloft. <laughs> ja waar precies. Die, uh... <laughs> of wat die ruzie met zijn vrouw zo slecht geslapen, ja. weet je wel? Maar dat sloeg eigenlijk helemaal nergens op, Want die mensen, die zijn er, uh, ja, uh, bij een specialist, weet je wel? Doe we dat elke dag. En, we hadden de ja. beste die er was of een van de beste. En... Ja, dat soort dingetjes, weet je wel. Ja, toen, toen, kon, toen ben je die revalidatie ook ingegaan, weet je. En heb je daar ook weer jongens leren kennen waar je nu nog steeds goed mee bent. En uh, ben je eigenlijk ja, super iets te snel, misschien iets te snel teruggekomen. Maar uh, ja, super sterk teruggekomen. En uh, ja, heb je het gewoon goed gedaan, weet je, na je blessure, zeg maar. Maar dat zijn wel, uh, dat zijn wel dingen, ja, dun die zou ik wel over willen doen. Maar ja goed aan de andere kant ook je weet nooit van tevoren misschien dat je daar dan alsnog ook was het wie weet wie weet wat je net ook zei in het begin van de podcast ja het is je kan niks meer veranderen aan nee, het verleden. Ja, achteraf is het een de kont kijken weet je wel en, ja. Uh, ja maar dat 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 is misschien één ding dat ik denk van oké okay, die periode zou ik wel uh, die zou ik wel over willen doen man ja. en dan uh, omdat je weet uh, ook de teamgenoten weet je die waren helemaal gek ook van mij en uh, de club überhaupt en het is heel gek. Als ik als ik denk aan, aan jou als speler, denk ik eigenlijk wel dat jij in elke competitie gewoon uit de voeten kan. Maar zeker in Italië en ook wel weer zeker in Engeland. Ja, ja ik, 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 ik ben een harde werker, weet je wel. En ik moet het van het van het van mijn werklist hebben. En ja, mijn voorzetten natuurlijk, uh, mijn schot op doel. Uh, maar vooral, vooral uh, gewoon werken, doorzettingsvermogen en uh, ja, gewoon bikkelen, weet je wel. Ja. En als, als het dan een keertje een dag niet loopt. Uh, Weet je, met, je, met, je, met je bewegingen, zeg maar, ja, dan is het gewoon uh, zo hard mogelijk werken en uh, zo goed mogelijk uh, voor het team bestaan, te, te staan, zeg maar, weet je. Ja, dat zijn wel landen waar dat vooral wordt gevraagd. Weet je? De, de competitie in Schotland lag me ook heel erg. Ja. Ook dat merkte je ook in de wedstrijden die je speelde. We je je speelde tegen Celtic en speelde ik wingback, zeg maar. En uh, ja, dat, dat ging wel gewoon redelijk goed, weet je wel. Ja. Dus dat, 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 zijn wel, uh, ja, dat zijn wel dingen dat je denkt van ja. Mocht je daar weer een kans krijgen of zo, dan uh, let's go, weet je wel. Ja, mooi. En wie, wie was nou echt de, de meest vervelende rechtsback tegen wie je hebt gespeeld? Als je echt, denkt van, god, weer tegen hem morgen. Uh, ik, ik, Mario ken je hem? we speelden <laughs> ja. ja, die keer natuurlijk heet uh, We speelden met FC Utrecht, speelden in de voorbereiding speelden tegen Wigan Athletic. En dat is ook een wedstrijd die ik nooit van mijn leven. Hesky speelde naar Daniel de Ridder, uh, Mario Melgielt. Uh, en we speelden een voorbereiding, speelden in, in het stadion. En Galgewaard speelde tegen zijn uh, ja, Mario Melchult, Ja, Die kon je natuurlijk wel. Maar ik was, echt, ik was echt een heel klein mannetje. Ik ben nog steeds niet groot. Maar... Hij is al vrij lang ook, toch? Ja, hij is, hij is groot, hij is echt lang. <laughs> maar ik was echt een heel ieuw mannetje. Ik was 1,77 of zo. Maar echt, ik had toen nog helemaal geen body, weet je wel. <laughs> mijn shirtjes werden nog een soort van uh, omhoog gestroopt, weet je Om mijn korte mouw die kwamen tot aan het midden van mijn onderarm. En, uh, maar ik had wel echt schijt, gewoon. En mijn acties, weet je wel. Dus ik ga één op één, boem, ik ga er voorbij. Ik denk oké, okay. ik zeg Mario. Ze je jou toch Super Mario dan. Ja. <laughs> Tweede keer, ik ging weer voorbij. Tweede keer of de derde keer, ik kom in mijn één op één actie en ik wil er voorbij. En hij zet zo zijn zo over mij, zo, boom, en ik loop gewoon vol tegen alsof ik tegen een muur aanloop. loop. Ja. Nou ja, dat zijn mijn eerste twee acties. Dat zijn mijn laatste acties geweest dat ik voorbij ben geweest. Ja. Niet normaal hoe sterk hij was. En, en ook hoe snel hij voor iemand die zo lang was. Maar hij liet mij gewoon niet, hij liet mij niet op topsnelheid komen, zeg maar, weet je wel? En hoe ruim ik hem ook passeerde, ja, hij... en dat is wel echt, uh, dat is eigenlijk al ja, misschien wel de beste back tegen wie ik heb gestaan, zeg maar. Of, althans, waar ik de, echt de meeste moeite mee had en misschien ook omdat ik fysiek op dat moment nog niet daar was waar ik nu ben. Maar uh, ja, dat was wel echt weergeloos, man. En dat was ook uiteindelijk dacht ik bij mezelf van, wauw, weet je wel? ja dat is niet voor niets uh... nee maar hij, is, hij weet gewoon heel goed hoe hij ja zo en ook efficiënt... de clubs waar hij heeft gespeeld weet je wel. Uh... niet uh, de minste nee. precies maar dat was al uh, nu ook dat is best wel vet om daarover terug te denken toch even twee keer voorbij geweest toch even twee keer voorbij geweest, ja. <laughs> en welke trainer heeft voor jou echt de meeste invloed echt op jouw leven gehad en niet alleen op je carrière maar echt op jouw leven gewoon dat, dat hoor je ook al vaker dat trainers toch echt wel een bepaalde impact uh, achterlaten en die je nu nog meeneemt ja hem, denk ik B buiten kijk uh, sowieso is hij mijn eerste trainer geweest in betaalde voetbal. Uh, maar ook gewoon als mens. Uh, heel eerlijk. Uh, had scheid aan dat ik 17 was. Uh, had er scheid aan dat ik een, 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 een brutaal mannetje was van 17 die uh, het wel even deed. Hm. Die gaf mij het gevoel alsof ik een uh, Cristiano Ronaldo was, bij wijze van spreken, of een Messi, weet je wel. Die gaf mij gewoon echt zoveel vertrouwen. Um, ja, en die liet mij ook inzien van als ik het betaalde voetbal niet haal. Dan ben ik degene die dat heb verkloot, zeg maar. Hij zei tegen mij, zei, als jij niet haalt, dan kom ik naar je toe, breek ik allebei je benen, zei hij altijd. <laughs> weet je, wel. Um, ja, dat was wel een, dat is wel een persoon voor mij die uh, toen hebben we nogal contact met het verwater Op een gegeven moment wel een beetje nu, hij ah, wordt ook wat ouder natuurlijk. Um, maar dat is wel een persoon via via hebben we nog wel eens, weet je, krijg ik de groetjes of andersom. En dan hoor je dat hij mijn beest vindt, weet je wel. En dan denk ik bij mezelf van, uh, ja. Dat is wel uh, een persoon, weet je wel, die mij... Uh, soms denk ik wel eens bij mezelf, arm moet ik nog eens een keer bij hem langsrijden, weet je wel. En dan uh, kijk hoe het met hem is. Ja, leuk toch? Dus ja, het ja, nou. dat, dat stond altijd nog wel eens op de planning. Uh, Martijn dan die heeft dat wel eens tegen mij gezegd, weet je. die. Uh, verslaggever. Ja, verslaggever. Die zegt van, nou, dan gaan we toch een keertje langs. En nou, uiteindelijk dan hebben we het weer druk en dan uh, komt er niet van. Maar uiteindelijk moeten we dat nog wel een keer doen. Maar dat is wel een man die, uh, die voor mij heeft ingezien of in laten zien dat, uh, dat ik wel iets doe wat heel speciaal is, weet je wel? Er zijn maar x aantal profvoetballers in Nederland. Uh, ja, dat wel iets speciaals is dat heel veel mensen dat willen doen, weet je wel? En, uh, ja, dat ik dat niet moet verpesten, weet je wel? En dat is wel, dat is wel, uh, iets wat ik tot op de dag van vandaag nog steeds meeneem. Ja, ik denk dat uh, ja, misschien wel uh, de helft van alle jongens uh, uiteindelijk profvoetballer wil worden, ofzo. Ja. Ik heb geen uh, statistieken bijgepakt nee, nee, of zo, nee, maar nee. Dat, dat, ja, weet je, een, een klas op uh, de basisschool. De helft voetbalt en wel later profvoetbal. Ja, door, 100 Dat is wel iets unieks. Maar dat neem je uh, nog dagelijks mee. Ja. En uh, als hij op tv is of, of uh, je, je, je hebt het met iemand erover, weet je wel. Dan, uh, ja, dan, dan, dan merk je wel aan hem dat hij wel iemand is die, uh, die voor jou heel belangrijk is. Weet ja. ja, vooral op die leeftijd. Als dus je 17 ja. bent is natuurlijk ook een hele kwetsbare leeftijd. Ja, ook gewoon hoe hij met ons omging, weet je wel. Uh, uh, Echte de details ook, weet je wel. Van... Uh, dan paast hij een bal en dan, of dan, dan liep je op een bepaalde manier vrij. En dan uh, pakte hij je beet en dan legde hij het even stil. En dan zei hij van, dan stap eens iets naar voren, stap eens iets naar achter. Weet je wel. En op het moment dat je naar achter stapt, dan, dan zag je veel meer de ruimte waar de bal eigenlijk heen zou moeten gaan. Weet je wel. Dus dan uh, zorgde hij eigenlijk voor dat hij je dwingt om te kijken voordat je uh, uh, de bal krijgt. Zeg maar, weet je wel. En uh, ja, dat zijn wel dingetjes dat... Uh, Blijf je altijd wel bij, weet ja, je? Ja, mooi. En gewoon, het is gewoon een voetbaldier. Gewoon. Ja, het is natuurlijk ook niet de minste Willem van nee. hij best wel, Ja, zelf uh, op hoog niveau gevoetbald. Uh, ja, is een, uh, ja precies. Ja. Dus dat is. Uh, en ook omdat het misschien wel mijn eerste is. Ja, hij heeft mij laten debiteren. Ja. Hij heeft mij het vertrouwen gegeven. Hij heeft, hij heeft mij de kans gegeven om me te laten zien op die leeftijd, weet je, terwijl ik ook nog op de middelbare school zat. Ja, er zijn weinig jongens die dat na kunnen vertellen dat Precies, ze in de zeventiende gedebuteerd zijn, ja. en gescoord hebben. Ja, en dat is wel, dat is wel een, uh, dat is wel iets moois, weet je wel? Blijft je altijd wel bij. Ja, 100 ja. ja. Wie is voor jou echt een uh, voetballer? denkt van, dat daar kijk ik echt wel tegenop. Dat is echt mijn favoriete uh, voetballer. Ja, vroeger was ik altijd uh, helemaal getikt van Jari Lietmanen. Gewoon hoe hij, uh, ja, hoe hij was, weet je, hoe hij juichte, hoe hij uh, als voetballer was, weet je wel. Uh, um, en in deze tijd bedoel je het nu? Nou, gewoon misschien heb je ook wel een spelen waar je een beetje, zel, ja, waar je zelf een beetje mee associeert of waar je gelijkenissen in ziet. We denken van, nou, ah, die beweging, die is een top. Ja, ik, ik, ik ja, de, de, de ouderwetse de linksbuiten, dus je vroeger Overmars natuurlijk. Uh, ik had een uh, fucking grote poster van hem uh, van de, in Nederlands zelf dat hij uh, nu op mijn deur. Is nu een beetje beladen. Ja, nu uh, ja, maar ja, <laughs> dat je maar. Ja, ja. Dat is een ander onderwerp, maar dat. Uh, ja, dat, dat vond ik wel echt, uh, dat was wel uh, een speler, weet je wel. Dat denk ik voor, wow, weet je op snelheid. Ja. Binnen-buiten voel me gaan, weet je wel. Echt klassiek ook, hè? Ja. 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 Hij stond dan rechts, ik op links. Maar, maar dat, soort, uh, dat soort types, weet je wel. En ja, nu heb je, je uh, Robben natuurlijk. Uh, Robben is wel een persoon die ik, uh, uh, ja, die ik wel, dat vind ik wel een bijzondere speler. Uh, hoe gedetailleerd hij ook mensen voorbij gaat en iedereen weet dat hij naar zijn links gaat maar alsnog weet je wel <laughs> komt hij er voorbij, ja uh, dat zijn wel dingen zeg maar dat ik uh, dat zijn wel spelers uh, ja, die mij uh, inspireren inspireren zeker weten ja, ja mooi en uh, ja zijn zijn er ook nog clubs waar je echt zoiets hebt van oké okay, daar had ik als ik ooit had kunnen dat je echt daar had willen spelen nou ja vroeger vroeger um, was Barcelona was altijd... Uh, maar dat kwam ook wel, misschien een beetje door Jari Liepman ook. En door de Nederlanders die daarheen gingen. Uh, ja, uh, Menu vond ik altijd wel vet. Arsenal op Highbury vond ik, uh, vond ik gigantisch, weet je wel. Ja, dus dat... dat uh, en ik heb altijd gezegd dat ik bij Ademhagen het eerste zou willen voetballen, weet je wel. Uh, in de deedjes toen met Tom Beugelsdijk. Uh, maar dat is gelukt? Ja, dat is gelukt, weet je wel. Dat zijn wel, uh, ja, dat zijn wel vette dingen, weet je wel. Ik had vroeger, had ik, uh, dat heb ik toen een keer met mijn vader gedaan, dat ik... Uh, had ik uh, één doel een vijf, vijf, vijf of, of ja, één doel eigenlijk. En vijf droom, maar Het doel was dat om om, om onderdag een huis te kopen, zeg maar. Tijdens mijn carrière, nou, ja, dat is dan gelukt. Uh, nou ja, je wilde profvoetballer worden. Je wilde je wilde uh, ja, bij de laag in het eerste komen, zeg maar. Ja, dat is gelukt uh, in het buitenland voetbal is gelukt. En dan wilde ik eigenlijk het liefst in Engeland, weet je wel, voetballen uh, UK, Engeland, dus Schotland, soort van, Engeland. Ja, 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 precies. Ja. En uh, Nederland zelf en Nederland zelf is dan niet gelukt. Maar daar kan ik mee leven, weet je wel. Ja. Dat, uh, dat is uh, misschien hoe. Stel dat het als Vanige misschien niet had ontslagen geweest bij, bij Utrecht. Maar carrière er misschien heel anders uit gezien. Uh, maar dat is altijd wat ik zeg achteraf. Een kon de kont kijken. En wat ik zeg daar, daar hebben we geen controle meer over, weet je wel. Maar dat is een droom. Daar kan ik mee dealen, weet je. Dat die er niet is gelukt. Dus in principe heb ik al mijn, mijn dromen die ik had als kind, die heb ik behaald, weet je wel. Uh, en dan was het zeg maar profvoetbal in de Eredivisie, weet je ook wel, het eredivisale, Dus ja, vier van de vijf uh, uh, dromen die je had. En je belangrijkste doel in je leven, die heb je behaald. Dus in principe ja. uh, ben ik heel trots en heel blij met hetgeen wat ik heb laten zien. Uh, andere discussie is van, had het beter gekund? Had het uh, misschien mooier nog kunnen zijn? Hadden er de kansen geweest dat het mooier had gekund? Zeker, er zijn zeker transfers uh, niet doorgegaan. Uh, om wat voor reden dan ook, uh, dat ik er uh, misschien uh, ja, nog leuker bij had kunnen zitten. Maar ja, aan de andere kant van uh, ja, ik ben super trots en super blij op het feit wat we nu hebben behaald. En ik ben nog niet klaar. <laughs> gelukkig ja, niet, dus. En besef goed hoe dit jou kenmerkt. Hè? De meeste mensen hebben één droom. Ja. Nou, bijvoorbeeld profvoetballer worden. En jij hebt een, een, uh, een doel. Je hebt even vijf dromen waarvan je je ja. vier waarmaakt. Als je dat zo hoort en dat zo zegt. Ja, dat ja. veel mensen zeggen van, ik, ik heb maar één droom gewoon. En uh, ik ben al blij als ik daar 50% van behaal. Je hebt er vijf, het heb er vier gehaald. Ja, ja dat is bizar. Die, Ongekend. Die ook die ook zo denk, ja. Het was echt, uh, ik werd toen geadviseerd om post-its op me overal te gaan plakken met Eredivisie erop. En dat was in mijn tijd dat ik bij emma speelde. Toen was ik verhuurd. dat was de periode, ik, ik werd uh, op een gegeven moment, er uh, uh, kwam een nieuwe trainer, toen die chateau, ja in principe alles wat en toen had gedaan werd een beetje aan de kant. Uh, nou ja, uiteindelijk werd ik verhuurd aan, uh, aan Emmen. dat was toen ook nog niet echt uh, dat, dat spelers uit de Eredivisie werden verhuurd aan toen de Jupiler League zeg maar weet je wel. dus dat was toen ook al best wel een ding. Uh, en toen, uh, toen ik weet niet meer wie dat tegen mij heeft gezegd maar hij zegt uh, plak plak overal posters op waar je je koelkast, je voordeur, uh, de badkamer weet je wel. plak het overal Eredivisie Eredivisie weet je wel en uh, dat heb ik echt heel lang gedaan. En uiteindelijk, uh, <coughs> ja, behaal je het doel, weet je wel. En dan denk je bij jezelf, van, ja, misschien hebben die posters niet uh, direct geholpen. Maar hebben heb je wel uh, misschien ervan bewust gemaakt, weet je wel. Dus dat zijn wel dingen dat ik denk, van ja, dat zijn wel grappige dingen als je daar aan terugdenkt. Uh, en toen hebben we een keer uh, ook, ook op voetbal, weet je dan, uh, ik weet niet meer waar dat was. Maar dat was toen zeg maar met die doelen en, uh, en dromen opschrijven. Uh, toen heb ik dat met mijn vader gedaan. Dat papiertje heb ik ook nog wel ergens thuis uh, in mijn ouderlijk huis. Uh, leg dat papiertje volgens mij nog. Zo uh, grappig, want die, ik heb het ook echt opgeschreven, weet je wel. Dus dat is, dat is, wel, dat is wel leuk uh, ja, om, da om daarover terug te denken. Dat je dan, ja, dat heb je wel gelijk. En nu, ja, ik, ik heb nu zoiets van, ja, ik heb nu weer andere doelen, weet je wel. Zoals. En, uh, nou ja, ik, ik, ik zou sowieso nog uh, één of twee uh, mooie contracten willen tekenen. Ik wil eigenlijk zo lang mogelijk voetballen. Dus ik wil eigenlijk uh, proberen, uh, Ja, als ik 35 ben, ik heb sowieso een wedstrijd met mijn schoonmoeder, schoonmoeder, die, uh, <laughs> die denkt dat ik nou volgend jaar, dat zei ze, ja, een tijdje geleden zei ze van, uh, je voetbal dan maar twee jaar en dan, uh, dan, dan gaat je business gaat, uh, zo goed dat je niet meer uh, gaat voetballen. Ik zeg, maar ik zeg, ik ga zo lang mogelijk door voetbal, weet je wel. Dus die weddenschap heb ik sowieso. Dus uh, na aankomend seizoen win ik die. Dat is, dus die, ja. ga ik, die ga ik sowieso winnen. Ja. Maar uh, dat zijn wel leuke dingen. Maar ik heb, ja, het doel is dat ik sowieso nog twee, het liefst twee mooie contracten zou willen tekenen. En ik wil eigenlijk kijken hoe mijn lichaam dan is. En dan wil ik eigenlijk het andere doel is om eigenlijk zo lang mogelijk uh, uh, als mijn lichaam het, het, het kan, hè, uh, wil ik eigenlijk zo lang mogelijk uh, voetballer blijven. Uh, niet ten koste van natuurlijk, maar... Uh, ja, en ik heb buiten het voetbal ook wel, ook wel, uh, ook wel nieuwe doelen. Nou, je hebt uh, horlogekluis, ja, ja, met een uh, partner en ook nog Elans, ja, ja, Elans, ja. jongens, <laughs> <laughs> ja, een mooie uh, visitekaartje, ja, ja. maar twee bedrijven naast voetbal, wat natuurlijk ook al best wel wat uh, tijd met zich ja. meebrengt. En daar zitten dan ook nog wat doelen achter, ja, nee, zeker. Ik, ik uh, uh, samen met mijn Maatje Romano uh, zijn we eigenlijk in de lockdown-tijd, of net voor de lockdown-tijd. Uh, ja, zijn we eigenlijk dat begonnen? Um, en serieus begonnen zijn we dat eigenlijk, uh, nou nu een klein jaartje, denk ik, nog ineens een een half jaartje. Um, ja, we hadden zo, we, 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 we hadden altijd ambitie, weet je, of ambitie, we, hadden altijd, we waren heel gepassioneerd over, over uh, horloges, weet je wel, uh, en dan vintage uh, modellen. Uh, en we altijd van, uh, toen we wat jonger waren, zijn we altijd van, ja, moeten we dat dan niet, uh, dan kopen we er een paar op en dan gaan we ze lekker uh, oppoetsen en dan uh, verkopen ze weer door. en... Uh, uiteindelijk uh, jeugdvriend van Romano die uh, die uh, Nico van der Horst is dat uh, dat was zijn jeugdmaatje en die is toen geëmigreerd naar, naar Noord-Ierland uh, en die heeft daar zeg maar zijn business uh, uh, opgezet uh, die is daar ook met helemaal niks heen gegaan. en die is uiteindelijk ook uh, ja eigenlijk van van scratch weet je heeft hij dat helemaal opgezet en dat is nu ja dat is nu booming weet je dat is een miljoenenbedrijf en uh, ja, Roman en ik, Romanen zei tegen mij van zullen we dan niet gewoon een keer, dan vliegen we er gewoon heen, dan gaan we lekker bij Nico kijken en dan kijken hoe dat werkt en hoe op de zaak. En, uh, en Roma, of Nico zei altijd van joh, uh, als jullie ooit willen, dan ga ik je daarbij helpen, weet je wel? En we hadden zoiets van, uh, of toen Romano dat tegen mij zei, ik zei van ja, maar dan moeten we gewoon doen. Dus waren onze stout schoenen aangetrokken en uh, zijn we naar Noord-Ierland gevlogen. En hebben we eigenlijk een klein weekje zijn we mee, meegelopen met, uh, op de zaak, in de shop, uh, op het kantoor. Uh, we zijn naar klanten geweest, uh, um, socializen ook met, uh, met mensen. Um, maar zelf ook dingen besproken, weet je wel, van wat willen jullie nou? En, uh, en uiteindelijk uh, kwamen we terug en toen uh, dachten we bij onszelf van, uh, ja, we gaan dit doen man. En toen heeft hij ons eigenlijk nog een beetje, een jaar lang een beetje lopen, uh, laten uh, zwemmen eigenlijk, weet je wel. En toen op een gegeven moment zeiden we, ja, we gaan gewoon inschrijven bij de KVK. maar toen uh, is een horlogekluis eigenlijk ontstaan. En uh, ja, de eerste maand uh, ja, draaide een omzet van, <laughs> van weet ik voor veel hoeveel geld. En toen, uh, ja, nu, nu weet iedereen, kijk, mijn doel is in de voetballerij bijvoorbeeld, dat is omdat dat mijn wereldje is, wil ik eigenlijk iedereen die aan een horloge denkt in de voetballerij, die moet aan een horlogekluis denken, weet je wel. En of het nou, uh, of het nou uh, iemand is van, uh, van uh, weet ik veel, Telstar... Tot iemand aan Ajax, weet je wel. Ja, ons doel is ook om, om, om zo goed mogelijk een service te leveren, weet je wel. En dat is ook dat, dat heeft Nico ons ook meegegeven. Van luister, je bent je, je, zelf bij ben je eigen visitekaartje, weet je wel. Zorg ervoor dat je service op een top is. En wij hebben natuurlijk ook geluk dat wij uh, Nico in onze rug hebben, uh, maar we doen het wel echt allemaal zelf, weet je wel. En uh, als je ziet aan wie we nu leveren, allemaal en en met bepaalde mensen met wie we in contact, uh, met wie we in contact komen, zeg maar. Um, ja, dat is best wel bizar. Uh, jongens uit de Eredivisie, maar ook jongens uit de Bundesliga, Tweede Bundesliga, Serie A, uh, Premier League jongens. Uh, MMA-vechters, UFC-vechters, uh, pokerspelers, uh, maar ook gewoon mensen uit de quote. Uh, maar ook gewoon, en dat is misschien nog wat leukst. Uh, een aannemertje die net eens een jaarcijfers heeft gehad. En uh, ja, die voor het eerst zijn eerste horloge gaat halen. En dan zie je die twinkeling in zijn ogen. En dat is, dat is echt heel vet. Ja. En uh, ja, dat is gewoon mooi. Weet je wel dat we, dat we, we kunnen iets leveren. Weet je ook horloges die we bijvoorbeeld niet hebben. Ja, daar kunnen wij door onze contacten heel snel gewoon. Als we ons echt boos maken, kunnen we daar gewoon in een aantal uur aan komen. Zeg maar, weet je wel. En dat, is, dat is ook wel onze kracht. En uh, ik denk dat wij. Gewoon heel erg gepassioneerd zijn in hetgeen wat wij doen. Um, ja, en, en daar heb je ook gewoon... Dat is ook mijn doel, weet je. Om, om gewoon iedereen in de voetballerij eigenlijk... Die aan een horloge denkt. Van ja, de meeste voetballers zijn wel gek op horloges. Die moet aan een horlogekluis denken. En dat wil ik gewoon zo goed mogelijk, zo best mogelijk doen. En tot nu toe gaat het redelijk goed. Het kan altijd beter. Um, maar dat is wel... Dat is, dat is gewoon een van mijn nieuwe doelen, zeg maar. Weet je en, uh, ja dat uh, ik heb nu gewoon de tijd omdat ik kan het heel goed combineren met mijn voetbal zeg maar weet je wel. ook omdat je met tweeën bent um, en ja je kan het op afstand doen weet je wel. dus dat is ook top um, ja en ik merk gewoon dat het ondernemen dat dat vind ik gewoon heel leuk en uh, het is wel grappig omdat mensen kennen mij natuurlijk als een als een als een uh, ja, als maken en als een beide handje en, uh, ja, als we dan opeens moeten onderhandelen, weet je over, over, over een horloge, dan, dan zien ze opeens een hele andere Rendi, weet je En dat wordt wel heel erg gewaardeerd en dat vinden ze ook wel leuk om te zien. Het is ook wel leuk om mensen te verrassen, zeg maar in dat opzicht. Dat ik ook uh, en ik doe er zelf aan mee, natuurlijk. Hè. Uh, want ik ben een druk te maken, ik, ik hou van, uh, van een zottigheidje en ja, ik loop op de voorgrond natuurlijk. Maar ja, Rendi is niet alleen die uh, die uh, ja, die grappenmaker, weet je wel. Met meer is, kanten. Precies, weet je wel. En is ook gewoon een harde werker. Uh, als we het over het voetballen hebben. Maar het ondernemen, dat vind ik ook heel leuk. En uh, daar moet je ook gewoon heel, uh, heel uh, ja, serieus in zijn, zeg maar. Weet je wel. En, uh, ik heb wel iets in me van als ik iets wil doen. En uh, dan moet ik het goed doen, weet je wel. En, uh, dan ja, komt zo het ook wel goed vaak. Ja, nou ja. ja tot nu toe. Tot nu en je toe, doelen dus. opschrijven. Ja, nou ja. Dat, dat zeker, weet je wel. En uh, dat, is, dat is wel leuk. En dat... Uh, ja, dat houdt je ook wel scherp, zeg maar, denk ik. Hoe zorg je ervoor dat jij je doelen behaalt? Los van die, die doelen opschrijven. Wat, wat doe je dan om je doelen te behalen? Of als je merkt dat je even een beetje je koers uh, wijzigt, wat, wat doe je dan? Uh, ik, we kijken sowieso altijd we wekelijks, doen we altijd uh, uh, dingen opschrijven, weet je wel. Wat, wat willen we gaan doen? Um, en dan, dan ja, wat, gaat er, wat ging er voorgaande dingen bijvoorbeeld? Wat moet er dan beter, weet je wel? Dus, er zijn wel eens uh, bepaalde dingen dat... Ja, dat dan even niet. Weet je, dan liep het even niet. Weet je, dan liep het even niet vlekkeloos. En dan uh, daar heb je het dan over. Maar het is vooral, het is vooral gewoon doen, man. Dus uh, op het begin had je nog heel erg. Uh, uh, dat contacten mensen ons. En dan uh, ging het heel erg over de app. Maar het is eigenlijk veel beter om gewoon. Uh, om, om op te bellen of eventueel langs te gaan, weet je. Wel? Of dat ze bij ons langskomen. Uh, dat soort dingetjes, weet je wel. Uh, uh, maar het is gewoon vooral het doen. Weet je, wel? Uh, je wil iets. En dan moet je dingen verlaten, dan moet je energie in stoppen. Uh, je moet ervoor werken, zeg maar. Uh, ja, doen, weet je wel. En ik, ik, heb te, ik heb heel wat mensen, mijn schoonvader is, is een van de grotere uh, ja, ondernemers zeg maar, in Leiden-Omstreken. En ja, die zegt ook tegen mij van, uh, het kruimel is allemaal wel leuk. Hij zegt maar, pak dingen aan, weet je wel. Zorg ervoor dat je dat je, ja, je dromen behaalt, je doelen behaalt. En als je iets wil, dan moet je ervoor gaan en niet niet een beetje hier, een beetje daar, een beetje zus, weet je wel? Hij zegt ga ervoor. en ja, het is ook een beetje, ja, het is. Je moet ook tegen kritiek kunnen, weet je wel? Uh, je moet ook uh, soms, soms dan loopt dit niet of dan dan maak je een foutje of weet ik van. Dan moet je ook, uh, het is niet altijd goed wat je doet, nee. weet je wel? En dan dus, het is niet altijd uh, dan weer gelijk ad rem reageren. Het is ook gewoon. En onderling zijn we het ook niet altijd met elkaar eens, Romano en ik. Soms legt de, legt de focus bij hem. Uh, die die wil die kant op. En dan wil ik even een andere kant op. Maar uiteindelijk moet je met elkaar het over hebben. En dan ja, een argument, weet je, beargumenteer je je, je je dingen wat je wil. Ja. En dan, ja, dan kom je uiteindelijk weer uit met elkaar. Ja, het is vooral uh, gewoon wekelijks met elkaar. Uh, bespre ja, we spreken elkaar elke dag sowieso. Maar het is wekelijks, gewoon elke week weer bespreken wat we willen behalen, wat willen we doen? De, de, de aanvragen die je hebt, zeg maar, weet je wel? Die, die moet je zo goed mogelijk uh, ja, afhandelen, weet je wel? Hoe, er... hoe gaat dat eigenlijk? Hè? Dus met de horloge heb ik me wel eens afgevraagd van, oké, okay, nou jij deelt bijvoorbeeld uh, in je stories van uh, ja. horlogekluizen, uh, mooie horloges, zag ik ja. laatst ook weer. Ja. We Krijg je gewoon een DM en dan raak je in gesprek en dan. Ja, of uh, het is, het gaat ook vaak via socials, maar via via een DM, heel simpel eigenlijk, en dan uh, worden benaderd, en dan uh, of of hij wil gewoon uh, gelijk de prijs, weet ik noem maar wat. Of, uh, of we bellen even op. Want er zijn ook mensen die zeg maar een, een, een budget hebben. Ja. Uh, en dan moeten wij kijken wat er past in, in diegene hun budget. Want wij zijn wel onze kracht is ook om, om te sourcen, zeg maar, weet je, om te vinden wat, wat, wat de klant wil. Zeg maar. Dat begint wel vanaf 10k, denk ik. Ja, ja dan ja, we hebben laatst een, een vrouwmodel weggedaan voor 32,50. Je maar voor mannen 41 mm, ja, dan, dan ga je wel uh, al snel iets, iets naar de 13-14k, zeg maar. Ja. Maar ja, er zijn ook modellen uit de jaren 90... Die, waarvan je voor, voor 10k ook uh, goed wegkomt. Dus het, het verschilde heel vaak. Uh, wil je ook met diegene even praten om te, om te kijken van, ja, wat wil diegene nou? Wie heb je aan de lijn? Aan de lijn? Uh, uh, wat vindt die mooi? Heeft die horloges? Wat voor soort horloges heeft diegene? Uh, uh, weet je? Uh, er, zijn ook, er is ook wel eens een voetballer geweest die wilde een, 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 een Royal ook. Uh, of een, een oude Mas Pique, weet je wel, een offshore. Uh, en dat is, dat is zeg maar, uh, um, ja, dat is gewoon 400, uh, volgens mij 480 gram of zo uh, goud. Om die, maar dat is een heel klein mannetje. Ja. En dan zeiden wij: van, uh, ja, we, dan heb je ook nog een, een andere AP, weet je wel, en dan, uh, die past veel meer bij aan het schilderen gewoon 40 rug of zo. Maar ja, ik kan ook zeggen: van, uh, ik, ik stop die veertig rug uh, bij spreken, of ik heb dan meer marge met het andere horloge. Het is niet zo dat ik dan dat verschil in mijn zak stop, maar nee. uh, ik zou wel meer marge pakken met dat andere horloge eigenlijk, weet je wel. Maar ik heb liever dat hij dat niet voor lul loopt en dat hij uh, ja, misschien ja. met dat geld wat hij daar, weet je, wat anders leuks kan doen. En dat je vertrouwen uh, uh, opbouwt met diegene, zodat je in de toekomst misschien nog wat voor elkaar kan betekenen, zeg maar. En het is ook niet zo van, als mensen ons benaderen dat ze per se bij ons moeten halen. Wij vinden het ook leuk om... om uh, dat heb Nico ons ook geleerd. Weet je, education weet je, zorgt ervoor dat je ook wat, uh, wat leert. Zelf leert natuurlijk, maar ook wat leert voor de klant of aan de klant. En dat, dat, is, dat is ook wel iets uh, waar je misschien weer van uh, onderscheidt met de rest. Uh, ik heb liever dat iemand uh, er goed bij loopt en uh, waar voor zijn geld heeft. Het is natuurlijk leuk, omdat de, de markt is op dit moment uh, booming natuurlijk. Maar het is, uh, het is leuk om, om, om iemand en plezier te laten hebben van hetgeen wat hij heeft gekocht, maar ook uh, dat hij niet zijn geld weggooit. Weet je wel. Uh, en dat is niet het hoofddoel, maar dat is wel een leuke bekomstigheid, zeg maar. En dat is wel, dat is, dat is, en daar moeten wij ook nog in leren. Hè? We zijn ook pas begonnen, maar uh, ja, het gaat ons gewoon heel goed, goed af nu. En, en ja, soms is het een simpel DM'tje wat je krijgt. Soms uh, hebben ze via via uh, mijn telefoonnummer gekregen en dan berichten ze me. En dan uh, bellen we even of we appen even, weet je wel. Het beste is natuurlijk even gewoon om te bellen. Uh, maar ja, het kan ook via via een DM'tje zijn. Ben je nooit bang dat je, natuurlijk je die verhalen van uh, van Amsterdam ja, nee, uh, vintage uh, watches. Nee, ja, tuurlijk. tuurlijk. Het is een, uh, het is een, uh, het is wel een, een apart wereldje natuurlijk. En uh, daar ben je zeker wel van bewust, 100%. Angst hoef je niet uh, per se te weerhouden om iets <clears throat> niet te doen. Nee, nee. Je moet gewoon bewust zijn met hetgeen waar je mee bezig bent. Vooral bewust hebben. Wat angst is een uh, slechte raadgever, zeg. Ja. Dus. Uh, Angst is een groot woord, maar je bent je soms wel bewust. Zeker wel. Hey, en uh, als ik bijvoorbeeld ook kijk naar een de Memphis Depay of uh, andere voetballers, tegenwoordig is het heel gebruikelijk dat ze niet alle spelers, maar veel spelers hebben er nog iets naast. Ik denk dat een Depay dat niet per se uh, doet voor, omdat hij met de toekomst met zijn pensioen bezig is. Hij vindt dat gewoon leuk. Ja. Maar ik vraag me altijd af, wat zou er gebeuren als iemand zich echt alleen op voetbal zou richten. Zou, zou dat voor hem nog echt uitmaken? Of zou dat bijvoorbeeld voor jou uitmaken? Dat als je echt gewoon ja, 100% op voetbal focust, dat je daar misschien toch wat lek hebt van aandacht of dat dat toch nog iets scheelt? Of denk je niet dat dat van invloed is? Uh, nou ja, ik had uh, toen ik wat jonger of eigenlijk toen ik net uh, 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 betaald voetbal in ging, zeg maar. Dus ik had net met debuut gemaakt en... Uh, uh, toen zei de, de broer van mijn moeder, zeg maar mijn oom, die is er nu niet meer, maar die, uh, die is best wel op jonge leeftijd overleden, weet je wel. En die, die zei altijd tegen mij van, uh, want mensen zeiden tegen mij, mijn moeder, zei bijvoorbeeld van, ja, ga dan ook werken naast je voetbal, weet je wel. Zoals dus ik, voordat ik eigenlijk profvoetballer werd, weet je wel, ik speelde 14, 15. En zei mijn oom altijd, nee, laat hem nou gewoon zijn school doen en zijn voetbal, weet je wel. Dat moet zijn focus zijn, zeg maar, weet je wel, zijn school en zijn voetbal. En dan gaan we daarna wel kijken of wat... En ik was wel zo'n jongen ook, want er waren ook zeker wel jongens ook uh, toen, de, toen ik zeg maar mijn debuut maakte bij Utrecht. Weet je wel, en uiteindelijk dan heb je weer een terugvallen tjotje. dan moest ik weer bij jongen, of bij de A1, uh, onder 18 heet dat nu tegenwoordig, van de 19 weet ik veel. Um, en er waren wel jongens ook uit mijn team die dan gewoon uh, een studie daarnaast deden. Maar ik had wel zoiets van, ja, ik kan, althans ik merkte al toen ik in mijn examenjaar, ik, ik heb zeg maar mijn debuut gemaakt in mijn examenjaar van mijn, van mijn school. Ik deed toen, uh, toen Vijf Haven, weet je. Wel. En daar had ik wel heel veel moeite mee om. om uh, ik mocht trainen van, van de school, weet je. Wel. Uh, mocht ik trainen wanneer ik wilde, zeg maar. In de zin van uh, op de club, weet je. Wel. En, uh, in samenspraak met de club natuurlijk. En dan mocht ik uh, op, op mijn vrije dag, mocht ik, zeg maar, van 's ochtends vroeg tot 's avonds, uh, mocht ik op school zijn. En dan, uh, uh, dan mocht ik zeg maar aangeven wat voor vak ik dan uh, meer aandacht van, voor wilde. Weet je waar ik dan meer moeite mee had? En de andere vak bijvoorbeeld geschiedenis vond ik super leuk. Dat weet je, ont, ik, uh, ik onthoude al, uh, altijd alles, weet je wel. En, uh, maar bijvoorbeeld met, met wiskunde had ik weer wat meer moeite of zo. Dus dan, dan ging ik daar meer. Oh. Maar daar heb ik ook een periode gehad dat ik gewoon uh, in de boeken gewoon in slaap viel. Weet je, op, op school. Weet je wel. Dat je dan uh, zelfstandig aan het werk was en dan. Maakte de corrector maakte me dan wakker van je verslag Wel pik. Ja, weet je. Omdat je gewoon. Je vraagt best wel wat van je lichaam. En. Uh, dus ja, ik heb altijd wel gehad van. Uh, op die leeftijd. Weet je. Dat ik wel echt. Om op één iets. 100% moest focussen, zeg maar. Alleen nu word ik wat ouder. En nu merk ik ook aan mezelf. Dat ik meerdere dingen leuk vind. En ik kan het nu op zich. Kan ik het heel goed combineren, weet je. wel. Dus ik heb niet het idee. Dat horlogekluis. of elan's. Uh, uh, ten koste gaat van mijn voetbal. Uh, uh, intensiteit of zo, weet je wel. Dat ik. Uh, dat dat ten, ko ten koste gaat daardoor, zeg maar. Dus dat heb ik niet. Misschien ligt dat dan ook wel aan de persoon op zich. Dat, uh, dat het kan voor afleiding zorgen, maar dat hoeft niet zo te zijn. Ja, nou ja, ik heb ook niet op het niveau van de Depay gespeeld, bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Snap je wat ik ook bedoel? Ja. Dus ja, bij Barcelona natuurlijk wordt er, uh, wordt er veel meer van je gevraagd. Gaat er veel meer geld in om. Uh, ik ben gewoon een uh, leuk gemiddelde voetballer, zeg maar. maar ik, ben, ik ben niet een jongen die bij Barcelona gaat voetballen of zo. Dus ja, dan, dan, dan is daar... Uh, ook weer een andere druk natuurlijk. En, en, en Champions League, Europa League. Uh... Nou, zij moeten volgens mij ook hoe professioneel hoe meer je op de club moet zijn. Hè? Precies, weet je wel. En, en kijk, ik heb in dat opzicht uh, ochtends-middags trainen. En dan heb je in de uh, middag of avond een wedstrijd. Weet je wel, in dat opzicht uh, heb ik wat tijd. Heb ik, uh, je hebt en dan... Veel vrije tijd ook. Ja, op zich, op zich, op zich uh, kijk, ik heb, uh, ik, als je twee keer traint, dan kom ik wel om een uurtje of het uh, lichaam waar je, waar je woont natuurlijk, als je in de stad woont. Waar je voetbal dan kom je het einde van, uh, van de middag. Dus dan kom je rond vijf uur thuis. En als je ja, wat moet rijden, een uurtje moet rijden. En dan kom je om zes uur liggen aan de file natuurlijk. Maar dan kom je rond zes uur thuis. Maar als je één keer traint, dan ben je gewoon om drie uur thuis, om half drie. Weet je wel? Het hangt er dan natuurlijk ook af. Ik blijf meestal nog wel verhangen of zo. Of uh, even zitten, of even misschien nog wel even wat doen extra op de club. Maar ik merk wel, wat ik wel merk is. Uh, ik, doe zeg maar, uh, ik heb twee dingen daarnaast. Maar ik heb ook nog een gezin. Weet je wel? En daar merk ik dan soms wel aan van oké, okay, weet je wel, dat moet ik wel echt goed plannen en filteren, weet je, wel, want het moet niet de kosten gaan van 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 mijn gezin, weet je wel. en daar, daar moet ik soms nog wel, daar heb ik soms nog wel als woorden over thuis. van uh, ja, je hebt je voetbal, maar je hebt ook uh, dat heb je zometeen weer een meeting, en dan moet je zometeen weer een horloge wegbrengen, of uh, moet je weer naar het kantoor, of weet je wel. en thuis vinden ze dat niet altijd heel leuk, maar ja, dan heb ik weer zoiets van, oké, okay, ja, maar hetgeen wat ik doe mijn, mijn doel is ook, en dat is ook, of een van mijn doelen is, om mijn gezin, om mijn vrouw en mijn twee kids er zo goed mogelijk bij te laten lopen in de zin van uh, zo goed mogelijk leven te geven, weet je? Dat ze ja. als ze een bistukje willen eten, dat ze gewoon een bistukje kunnen eten. En uh, weet je, als, als uh, mijn dochtertje uh, uh, iets moois wil hebben, niet dat ze dat altijd krijgt, maar weet je wel, als er moment is om haar om iets moois te kunnen geven, dan wil je dat kunnen geven, weet je wel. ja, mijn doel is wel om, 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 ja, om hun zo goed mogelijk leven te geven, weet je wel. Ja, dat, dat kost tijd en energie. En ja, soms, ja. <laughs> soms wat woorden. Maar uh, ik denk, ik weet, dat, ik weet zeker dat ze me altijd zal steunen in dat opzicht. En andersom ook. Weet je, zij is ook al heel ondernemend. Uh, ze heeft nooit met haar handje opgehouden gestaan. Ze heeft haar eigen schoonheidssalon. Uh, ze heeft altijd. Uh, ik, weet je, zij, ik heb nooit tegen haar gezegd van joh, uh, uh, je moet werken, weet je. Hoor. Ze hoeft niet het hoeft helemaal niet, weet je wel? Ik kan ze onderhouden als ik zou willen, maar zij wil zelf ook haar eigen dingen ja. hebben, zeg maar, weet je wel? En dat, ja, dat vind ik ook wel aantrekkelijk aan mijn vrouw, en dat waardeer ik ook enorm. En samen moet je, ben je gewoon een team, weet je wel? En dan moet je dat zo goed mogelijk voor je kinderen doen. Maar het is toch nog een beetje dat mannen eigen, weet je wel? Dat trotsen, zeg maar ja. dat je uh, in coronatijd bijvoorbeeld uh, uh, kwam, er, zeg maar, ik kwam vanuit Griekenland. Uh, uh, en, ja, precies in de lockdown, zeg maar, weet je wel. Dus clubs beven de clubs waar ik heen wilde, uh, dat kon dan niet, of het nou uh, werkvergunning was in het buitenland of, uh, of uh, de brexit bijvoorbeeld, of um, uh, en de clubs waar ik wel heen kon, ja, dat was dan contractueel niet. Of, of financieel was dat dan niet je van het om dan helemaal naar het buitenland te gaan, of wat ik veel. In Nederland kozen ze misschien, wat ik zei net, uh, het is niet uh, de discussie dat je het aan kan, maar de discussie is van: neem je ze, weet je, in de, in de opzicht van ja, jong en restwaarde. In plaats van weet je, een oudere een oude voetballer die dan in principe voor hun dan een kostenplaatje is. Nou ja, tijdens die lockdown uh, uh, heb, heb ik heb gewoon zes maanden van spreken vanuit mijn voetbal 0 euro inkomen gehad. Weet je wel? En dat bracht mijn vrouw best dus wel. Die zei op een gegeven moment: van ja, maar Ren, weet je wel zo. Dus uitleggen en laten zien: van joh, het zit goed, weet je wel zo. Maar, om haar, ook een, om haar ook een goed en fijn gevoel te geven. Ja, dacht ik bij mezelf. dan ga ik toch af en toe gewoon mijn zware helpen. helpen. Ja. En dan ga ik gewoon kijken op de zaak. Wat je bij mijn schoonvader. Ik heb alles gedaan. Kijken gewoon wat doen om. Uh, ja, ja, weet je, om om mijn schoonvader heeft ook altijd gezegd. Van joh. Uh, uh, en dat is ook wel het mooie van mijn schoonpa. Uh, uh, die zegt van. Die gaf mij, zeg maar, een bepaalde rust ook wel of zo. Want ik was best wel onrustig. van... Ja, ik wil voetballen toch? Ik wil. Uh, Weet je, kijk, als ik er bij Xanti uh, 25 had gemaakt, dan had het uh, makkelijker ja. gegaan. Maar dat was niet zo. Uh, de reden dat je bij Xanti dan uiteindelijk, weet je, de president, die had nageaid, weet je, dus iedereen, er gingen volgens mij van de 32, gingen er 29 jongens weg. Ze hadden gewoon schoon schip gemaakt. En uh, dat had niks met je voetbalkwaliteit te maken dan. Maar op een gegeven moment dan, uh, ja, je wil gaan voetballen, weet je, en na twee, twee maanden, dan heb je ook misschien een beetje geblefpokert, weet je wel. Van uh, de clubs als de clubs die clubs waar je toen misschien nee tegen had gezegd. Uh, dan had je misschien in oktober daar wel ja tegen gezegd, weet je wel. Maar ja, dat is een beetje de bluff ook in die spul. dus Misschien werd je daar ook wel een beetje uiteindelijk een beetje onrustig van. Ja, dat individuele trainen en zo. Dat was je op een gegeven moment ook wel, uh, weet je, je wilde weer ja. in de groep. En uh, dat zag mijn schoonvader ook. En die zei ook van uh, tegen mij, uh, dat was wel mooi op zich. Die zei tegen mij: Van uh, jij denkt toch niet dat ik jou niet aan het werk kan krijgen? Hij zei onthoud altijd goed. Ik kan je altijd aan het werk krijgen. In wat voor situatie je ook zit, weet je wel. En toen dacht ik bij mezelf van, ja, waar maak ik me nou druk om dan? Weet je wel, in de zin van, uh, als ik moet werken, dan ga ik werken. Dan ga ik mijn handen vuil maken, weet je wel. Dan, uh, dan ga ik een paar stenen sjouwen als het moet. Of dan ga ik, bij uh, spreken, in de Albert Heijn werken. Maar dan zorg ik binnen een half jaar voor dat ik manager ben bij die Albert ja. Heijn, weet je wel zo. Ja. En dat, dat is wel mooi dat je dan, ik heb echt zoveel, uh, mijn zwaretje bijvoorbeeld, die, uh, die heeft nu binnen x aantal jaar, heeft die uh, een bedrijfje opgezet. En als je ziet wat zijn wat zijn omzet en winst is in zijn eentje ja, dat is bizar en dat hebt hij in zijn eentje gedaan weet je wel en dat het dat geeft mij zoveel motivatie zoveel, ik heb ik heb de juiste mensen om me heen weet je wel die 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 mij uh, motiveren en, uh, en inspireren weet je wel? En, uh, en ook het goede me rust geven weet je wel ik heb in de lockdown heb ik uh, heb ik systeemplafonden erin gelegen heb ik uh, lopen slopen heb ik uh, tuintjes gevoegd heb ik uh, 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 fonteinege coat met nano weet je wel ik, 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 heb, ik heb van alles gedaan maar ook gewoon ook, misschien ook voor jezelf om te kijken van oké okay, ren dit is, dit is ook de andere kant van de medaille weet je wel en, en dat is uh, ja dat is soms ook wel goed maar het was ook een beetje om te laten zien aan mijn vrouw van hey weet je nou, het is niet dan ga ik dit toch doen weet je wel en, en dan komt er maar zo weet je wel uh, centjes binnen weet je wel zo voor elk probleem is een oplossing ja weet je en uh, toen dat gaf haar ook rust ja, op zich, ik vond het ook wel leuk. Maar ja, het is ook leuk. Uh, kijk, het hoefde niet. Nee. Dus dan is het werk ook wat je doet. Dus dat je steen erin leggen, weet je wel, is dan Eentje ook leuk. leuk. <laughs> ja. Weet je wel, en dat heb je dan een x aantal weken gedaan. Zeg maar, uh, allemaal verschillende dingen. Maar als het dan misschien moet, dan is het alweer een hele andere discussie. Weet je? Ik heb ja. op de Konijnenlaan in Wassenaar, heb ik met deze ik, uh, ik een villa staan schilderen. Weet je wel, ja. <laughs> ja. Alles kunnen, weet je, dat zo, zeg maar van. Maar dat is op dat moment. Vind je dat zo leuk om te doen. Maar dan ga je soms terugdenken. Als je dat een hele jaar meer zou moeten doen. Is toch anders, hè? Is toch anders, weet je wel? Ja. Maar je hebt ook wel weer heel veel respect voor, voor, uh, voor dat werk. En voor, voor, voor die gasten, weet je wel? Ja, het is mooi dat je gewoon. Uh, weet je wel, uh, in verschillende situaties hebt gezeten. Dat je zo'n beetje jouw leven. Ja. Met mij deelt, dan, dan herken je misschien zelf ook bepaalde punten. Dat je denkt ook, ja, je hebt best wel wat shit meegemaakt. Je hebt mooie dingen meegemaakt. Ja. Je hebt hard gewerkt voor dingen. Je kan met tegenslagen omgaan. En ja, als je in een moeilijkere situatie komt, kom je er altijd wel weer uit. Ja, dat, en, uh, ja, dat is... Ja, ik weet niet. Ik, ik, weet je, je moet ook nooit vergeten waar je vandaan komt, weet je wel. En uh, um, ja, ik kom uit een volkswaaikie. Uh, ik heb het nooit, nooit heel, heel slecht gehad bij mijn ouders, maar het is ook niet zo dat we gigantisch breed hebben gehad of zo. Maar uh, ja, doe gewoon normaal, weet je. En dan uh, ja. ja, kijk als jij naar de wc moet. Uh, en Je hebt even uh, <laughs> iemand uit de gezet, dan stinkt het net zo hard als dat ik dat doe, weet je. wel. Ja. dus ja, weet je in dat opzicht zijn we, is iedereen hetzelfde, weet je wel. Dus je moet je niet opeens uh, je moet je ook niet groter gaan voordoen dan, dat je bent. Ja. Uh, dat, is, dat slaat ook nergens op, weet je wel. Je moet gewoon lekker je ding doen en vooral je doelen uh, voor jezelf uh, neerleggen... En, en die hopelijk zo snel mogelijk behalen, weet je wel. En dan vandaaruit weer ja, doorpakken, zeg maar. En dat, ja, dat dan uit, uit een lockdown een, een elans ontstaat en, en een horlogekluis. Ja, dat is misschien mijn geluk... En ben je, ben je dan bewust van dat dat dan echt te maken heeft... ook met de wet van de aantrekkingskracht... of uh, manifesteren van zaken die je dan uiteindelijk wilt in het leven? Is dat gewoon toevallig gegaan? Nou, ik geloof wel in... in, in uh, ik heb wel, uh, ook wel bepaalde mensen losgelaten in mijn leven... die uh, misschien uh, in dat opzicht een beetje negatief waren... Uh, of een negatieve invloed op mij hadden, weet je wel. Mm -hmm. uh, en dat is dan niet zo dat ik ze opeens niet aardig vind of zo. Nog steeds hallo, dag, hoe is het, hoe gaat het, weet je wel. Uh, uh, 100%. Maar ik geloof wel heel erg in, 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 in uh, als jij in een bepaalde positieve sfeer zit. Uh, ik noem maar wat, als jij, als jij de hele tijd loopt, uh, loopt te zeuren en te doen van, ja, dit is slecht, dat is slecht. En uh, ja, dit, ik heb dan die laptop daar of, uh, weet je wel, of het licht is niet goed, of die microfoon werkt niet, weet je wel, op een gegeven moment dan, dan ga jij ook om alles zeuren en doen. En ik geloof wel heel erg in, uh, in positiviteit. En, en wat ik zeg, die quote die ik heb, weet je focus op de dingen waar je zelf controle over hebt. Ja, ik heb geen, ik heb geen controle over hetgeen. Uh, wat jij over mij denkt. Weet je, op, op basis van, van wat dan ook. Ik kan wel mijn gedrag. Uh, als mijn gedrag gewoon normaal is en, en gewoon uh, relax en, en je doet gewoon je ding. Ja. Dan, dan, dan is het aan jou om wat van mij te vinden. Maar als ik de kleur rood leuk vind. en jij vindt de kleur rood absoluut niet. en daardoor vind je een kneus. Ja. Weet je, zo so be it. En dat is wel. Uh, ik, ik, ik geloof wel in. in, in ja, ik weet niet of dat, uh, of dat een bepaalde wet is, maar ik geloof wel. Ja, en die positiviteit, weet je wel. En, ja, wat je veel aandacht geeft, dat, dat krijgt ook meer Ja, ja. en, en help elkaar, weet je wel. Uh, uh, het is 2022. Ik, ik geloof wel echt in het, krachten van, of het bundelen van krachten, weet je wel. Daar geloof ik wel echt heilig in. Ik, ik geloof niet... Je kan tegenwoordig niet alles meer alleen, weet je wel. Ja, alleen kom je ver, samen kom je verder. Precies, ja. En dat, dat, uh, dat, denk, ik, dat denk ik echt, daar geloof ik wel echt, echt heilig in. En, en, en uh, je kan wel heel eigenwijs zijn... Uh, ik zeg altijd, het is, het, is, het is leuker om met kerst uh, aan een lekkere Chateau de Briand uh, met z'n allen te eten, weet je wel, een lekkere biefstuk, dan dat je alleen aan tafel zit met een lekkere, dikke biefstuk. Maar ik geloof wel echt uh, in dat je dan met z'n allen een, een feestmaal kan nemen, zeg maar, weet je wel. Waarom zou je dat alleen doen? ja en soms heb ik ook wel denk van ja je kan beter alleen zijn dan met verkeerde mensen dus als je dat dan even een beetje in perspectief plaatst dan ja. met de juiste mensen dan is het goed ja en dat op zich heb je daar ook wel zeker gelijk in ja en misschien ja. daarom heb ik ook wel een beetje de negatieve uh, de negativiteit omheen losgelaten weet je wel en dat heb je wel zelf gedaan dat heb je wel alleen gedaan maar uiteindelijk geloof ik wel dat je ja, dat je samen wel verder komt, zeg maar. Ja. En je hoeft echt niet alles, alles samen te doen. Nee, en voor jou heeft dat zo gewerkt. En uiteindelijk ook, weet je, ik geloof ook niet in uh, ja, mensen die zelf uh, meten miljonairs. Uiteindelijk heb je toch altijd mensen nodig. 100%. Dat bedoel ik eigenlijk een beetje ja. te zeggen, weet je wel. En ja. Kijk, je doel kan wel zijn om miljonair te, te worden, ik noem maar wat. Dat kan een doel zijn. Uh, doel kan ook, uh, een doel kan ook zijn om de, om de beste te zijn, ik noem maar wat, weet je wel. Dus ja... En, en heel vaak als het... Als het, uh, als het uh, um, alles valt en staat uiteindelijk met hoe goed je je voelt. Weet je wel? Uh, uh, ik noem maar wat. Je kan, je kan uh, blij zijn met, uh, met een mooi huis of met een mooie auto voor de deur. Je kan ook blij zijn met, met uh, als je één keer in het jaar op vakantie gaat. Je kan ook blij zijn als je gewoon je vaste last kan betalen en af en toe uit eten gaat. Weet je wel? Of uh, dat je tien keer in het jaar op vakantie gaat. Maar je kan ook... Weet je wel? Uh, Het hoeft niet allemaal... Uh, Kijk, er is altijd wel iemand waar het beter mee gaat, snap je? Ja, ik vind het mooi die daarbij past, wat jij zegt. Ja, het ook wel volgens mij van wat quotes, maar ja. is dat je werkt aan je doelen terwijl je wel blij bent met uh, wat je hebt. Ja. Het Engels klinkt dat beter, maar ik hou, ik zeg hem liever. Ja, <laughs> nee. Zin, nee, als, Ja. Niet als ik hem uitspreek, maar dat is een beetje de essentie, weet je. Je kan echt gewoon wel keihard aan nieuwe doelen werken, maar vergeet niet ondertussen te genieten van wat je hebt. Ja. Anders heeft het leven eigenlijk geen zin als je continu bezig ben met de toekomst en nieuwe doelen bereiken terwijl je dan niet, niet eens geniet van wat je hebt bereikt. Nee, precies. En ik denk ook als het met jou goed gaat, dan gaat het ook met jouw naasten goed, weet je wel. En uh, uh, ik probeer wel altijd iedereen er. Uh, ja, bijvoorbeeld met voetbal ook, weet je, je komt op plekken, ja, daar zullen ze misschien normaal gesproken nooit uh, nooit zijn. Ja, je probeert ze erin mee te nemen en uh, er ook van te laten genieten, weet je wel. En ik heb wel altijd gezegd van als het met mij goed gaat, gaat het met jullie ook goed, weet je wel. En ja, dat is wel... Uh, is wel belangrijk. En je moet gewoon. Um, ja, meestal. Uh, vrienden kan je op twee handen tellen. Misschien wel één hand, weet je wel. En. Um, nee, er zijn ook mensen die daar wel eens misbruik van maken. En. Uh, ja. Dat, uh, en dat moet je dan weer een soort van. weer een beetje filteren, weet je wel. Maar goed, dat is. Uh, kijk, het leven is niet makkelijk. <laughs> nee. 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 Maar je moet soms wel eens op je bek gaan. Weet je wel. Vaak helpt dat wel, ja. Dus even, even gewoon iets moet meemaken, om ja. daar dan uh, even een beetje wakker geschud in te worden. Of gewoon iets met eigen ogen, ja. ervaring ondervinden. Nee, 100%. Zeker weten. Mooi denk ik om, uh, om ermee af te sluiten. Ja. Veel uh, wijze lessen. Leuk om te uh, Gewoon een paar kijk... muntjes en dan blijf ik lullen. <laughs> ja, precies. We kunnen zo <laughs> nog twee uur doorpraten, ja. Nee, leuk man. Ja, nee, maar top. Wel veel wijze lessen. Ik denk een inspirerend verhaal. Leuk om ook een kijkje te nemen achter de schermen bij een pofvoetbal. Echt hoe zo'n leven in elkaar zit, waar je tegenaan loopt. Ja, ja. En het is nog lang niet klaar. Als we, hè, zo nee, 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 nee ja. als dat mij, mij ligt zeker niet. En, uh, het is gewoon afwachten en gewoon vooral mijn ding nu doen. En uh, wat je zei, het komt altijd goed. Zeker. Wie weet op het moment van het uitbrengen van deze podcast dan, ja het we gezet naar het primeurtje hebben we niet. Daarvoor zitten we hier ook niet. Maar in ieder geval wel echt een... Uh, ja, ja dus... mooi, mooi gesprek. En uh, je hebt ook echt een mooi verhaal. Je hebt ook mooie doelen bereikt. Wat ik al zei, de meeste mensen gaan voor één doel. Ja. En die Wolters die gaat er voor vijf, die haalt er vier. En uh, ja, die is ook vind... best met het andere team. Ik <laughs> vind het ook leuk om, uh, dat je me hebt uitgenodigd, überhaupt. En uh, ja, ik vind het ook tof wat je doet, hoe je het doet. Kwalitatief goed. Dankjewel. Dus uh, nee, mooi, man. Mooi ook om die woorden vanuit jouw mentoren. Zeg maar dat is ook wel. Uh, ja, zeker. Het uh, was, uh, ja, was echt een mooi gesprek. Sowieso leuk om, uh, om jou hier uh, ontvangen te hebben schil wederzijds. Ja, precies. En we gaan elkaar zeker nog wel eens spreken. Nee, zeker. 100%. Luisteraars, kijkers, weer bedankt voor het uh, luisteren en kijken. En uh, tot de volgende.